Is dat ook toevallig? Toevallig goedenavond allemaal, hier zijn we weer op de vrijdagavond. Met een nieuwe stream, de Barregaanders van JCW. We gaan vanavond maar weer eens eentje trucken. We zijn met heel veel mannen, ik moest zelfs Discord omhoog gooien, anders kon ik er zelf niet in. Dus dat betekent dus dat we met 9 man zijn vanavond. Melissa is er weer als moderator, zie ik. Carmen is al op werk, dus Tommy, goedenavond. En Bert zag ik volgens mij al, dus we zeggen iedereen welkom. En laten we maar weer eens een ritje beginnen te zoeken. Als we direct even een foto maken, jongens. We staan nou toch met z'n allen. Ja, doe eens gek. Goed idee. Goed idee. Dat direct even doen. Staat iedereen er klaar? Iedereen staat er toch of niet? Of heb ik dat mis? Ja, iedereen staat er. 2, 4, 5. Het is wel een rijtje, hoor. Ja, dat zijn er 9 nu. Ja. Zo dan. Dat is echt een rij, hoor. Een echte knaaktros heeft hij. Ja. Ik heb een graafmachine naar Nies. Oeh, wacht even, Pies. Ik ben hem... Graafmachine naar Nies. Ja. Ik zal hem voor je kijken. Kijk je op. Pijltje, gewicht, lading, pijltje naar beneden. En dan derde pagina. Gewicht? Ik heb hem niet, ik vers hem even. Tweede pagina. Er zijn nog wel meer. We kunnen ook een trein naar Brest nemen. Hey Jean-Pierre, welkom. Zo, we hebben de foto's alweer gemaakt. We zat hier al achter de rug. Ik heb maar een graafmachine naar Reims, Frankrijk. Tweede pagina. Waarom heb ik die allemaal niet? Waar zit ik? De Brest heb ik in Frankrijk. Brest heb ik een mobiele kraan. Ja. Dat is een mooi ding. Oh ja, die heb ik ook. Brest. Dat is wel een gewicht, hè. Dan moet ik een andere truck hebben. Ja, 36 ton. Ja, die heb ik nou ook. Mobiele kraan naar Brest. Hé, hey, waarom werkt mijn tap nou niet aan? Ja, ik heb zelf niet gestekt, uit. Oh, dat is ja. Ja, inderdaad. Ik had... Ja, inderdaad. Goedenavond, Jean-Pierre. Even die bak onderuit. Ga ik even versen. Ja, ik moet nog even kijken, jongens, hoor. Dus, we gaan blijven verversen. Arbeidsmarkt. Mobiele kraan naar Brest. Ja, hey, Marvin, goedenavond. Op welke pagina? Eerste pagina, gewicht, lading, pijltje naar beneden. Gewicht, lading. Brest, ja, heb ik. Nee. Heeft iedereen hem, of wat? Nee. Brest heb ik. De T-Rex is dat. Dus wie heeft hem nog niet? Wachten we nog even. T-Rex. Ja, dat staat toch? Ja, of Rex-Tex. Ja, Rex-Tex, bijna zo. Bijna het zo. Nee, dat ik niet. Ik voel me hoor. Begrijpst, ja. Ja, gevonden. Gewoon blijven verversen. Ja, we moeten een keer op 5-6 verversen. Hey, Bert. Hey, Carmen, ben je er weer? Yes. Iedereen. Harde werkers. Iedereen bevestigen. Ja, dat is goed. Heeft iedereen hem? Ja. Hoppatee, gas. Startopdracht. Ik heb een kentekenplaat trouwens, hè, Jacco. Gas op. Wat? Ik heb een kentekenplaat met gas op. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Mooi schaam. Zo, de U. 130 kilometer F7, klaar. F7, ja hoor. Kopenhagen. F7, enter. F7, hoppakee. Kom maar. Ja hoor. Staan we weer met 80 man door elkaar heen straks. Door elkaar heen rijden, dan vlieg je omhoog, geloof mij. Ja, daar hebben wij ervaring in, Niels. Ja, dat had John in zijn stream ook. Maar het was wel mooi, Niels. Dat was zeker. Hoe staan wij? Kopenhagen. Oh ja, dan verhuis je naar Kopenhagen. Ik stuur het. Oh, kred ik dit? Oh. Je rijdt er hier met een Volvo doorheen. Ah, ik kan een keer schade. Iveco truck dealer ontdekt. Kijk. Dat vind ik mooi. Daar moet je trots op zijn. Want ik moet eventjes repairen. Oh, ik sta dwars door Bernard heen. Oh, die rijdt terug. Ik ben niet afgekomen. Ik rijd terug, want ik moet even repairen. Er wordt veel schakelen vandaag. Goeiedag. Oh. Gewoon een automaatje pakken. Nee. Nooit. Nee, we zijn de echte bangers anders. Ik heb niet voor niks zo'n mooie pook. Ja, Jan? Kijk maar een keer achteraan, dat lijkt me zeer verstandig.
achteraan kijken. Ik hè? Nee, maar dan weet ik het al, dan kom ik er nooit meer bij. Wat ben je weer in de MN, Jan? Dat fijne vraag. Natuurlijk, wat dacht je dan? Ja, 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 ja. Echt de mooiste vrouw van allemaal. Hoe fijn. Hé, Patrick. Dan moet ik dus nu achter gaan rijden, dat wordt nog wel. Ja, en wie rijdt er weer voorop? Natuurlijk, in Limburg. Natuurlijk. Dat is toch de bedoeling? Ja, die rijdt straks weer alleen. Kunnen we gaan? Ja, wat mij betreft. Is iedereen er? Ja, Jan is er ook weer bij, Bert. Ja, zie ik het. Ja, ja. Ga je maar. Ja, rij je dan, jongen? Gaan. Rijd nu de Volvo, hè? Dan ga je niet zo hard meer op. Wel goed of wat? Wie rijdt op de Scania toevallig? Ik, hè? Ik ook. Ja, dat heb ik. Wij rijden altijd Scania. Scania is in meerderheid volgens mij. Ja, zo? Ik zit wel in de Volvo. Ik wil heel graag over de Scania. Maar ik ben nog geen Scania die er tegenkomen. Moet je gewoon even wel eentje opzetten? Nee, ja, maar ik had gezegd, als ik er een tegenkom, kom ik... Oh, what the fuck gebeurt... Ah, oh, Sean. Ho. We gaan wel weer. In Hannover, daar is zo'n Scania. Hoppakee. Oeh, wat gebeurt er bij mij? Ja, nee, maar ik heb gezegd, als ik er een tegenkom, dan... Hannover staat sowieso alleen. Zo, dat is... Ja... Kijk, ik wil niet veel doen tegenover zo'n MAN, maar... Jonge. Oh, gaat niet hard genoeg, joh. Hé, hey, we rijden in de bebouwde kom, weet je, kalm man. Nee, joh, gast erop. Jonge, jonge. We moeten op tijd leven. Oh ja. Nog maar 12 uur. En 57. 26 uur. Ja. Weer een mooie vraagje. Dat is een mooie vraagje weer. Ja. 1800 kilometer, bijna 2 uur. Verdamme, Lexpike. Dan is hij weer op de rem, hoor. Staat hij weer vast? Hij staat aan de andere kant van de weg te koekeloeren hier. Ja, ik had Lexpike, dus kon die bocht niet meer aan. Ja, ik rijd er gewoon door, hoor. Ja, ik wacht gewoon op jullie. Maar is wel weer, hoor. Altijd weer hetzelfde. Staat hij er precies tussen. En hoe komt hij daar weer weg? Ja. Moet je alweer terug? Nee hoor, gasgeen. Ja, maar er staan ook paaltjes. Nee hoor, ik ben er alweer vrij. Oh. Ja, Oh, ja, het is lekker druk, Melissa, absoluut. We zitten met 9 man. Ik moest even naar uitkijken. Met 9 man in de game, hoor. Dus, nee, ga even voor. Nee, doe maar, ik rijd wel achteraan. Hup. Hallo, ik was van plan. Luister, hij is ouder. Okay. Hey, doe het nou eens rustig. Ik ga daarvoor. Kijk, daar gaan we. We zijn dus 9, hè? Maar ik hoor nog wel ook 20 praten. Dus... Ja, dat klopt. Rustig, Harman. Hey, Fino. Dat is Fin, hè? Ja, ik zie het, ja. Aan de achternaam. Jammer genoeg. Zo'n gekke mulder. Ja, zo raar. Ja, ik zie... Wat doe je, okay. Bernard? Bernard, wat doe je? Wat gebeurt er? Nou weer. Nou, je komt hem zo wat... Oh, jij reed voor hem, of niet? Ja, ik zal hem opeens verdwijnen. Ja, bijna stond... 700 meter, 650 meter. Ja, hij staat je stil. Hij stond stil, ja. Ja, hij rijdt alweer. Zo. Hey, daar kom je nog niet zo goed vooruit, hè, jongen. Scania, hè? Als het goed is. Neem normaal. Jij typt nu in YouTube en. Hoe heet dat? Twitch zie ik ook wel. Dat mag er blijven bij Peter, want die knakt. Weet je zeker dat die knakt als 300 ging, Peter? Van de berg af? Vloog in de rug. Klip af. Hey Sean, kun je in één keer doorrijden? Ja, er staat hij stil hier. Ja, dat is Bernard. Gaat het goed, Bernard? Ja hoor. Ja hoor. Ja, en dan hoop je toch weer op zo'n moment dat je weer hoort. Ja. Hebben jullie weer wat in de klas te krijgen, of niet? Ja, dat was mooi. Dus ja, het is druk vanavond op een vrijdagavond. Oh. 9 mensen. Daar ben je al reden. Oh shit. Ben je opgelegd voor 234 euro hier?
Zo, dat was mijn Eurotruck. Is het gecrashed? Ja. Lekker dan. Gecrashed. Gecrashed. Hagnas Soka. Wachten. Het gaat volgens mij niet helemaal lekker bij Eurotruck laatste dagen. Nee, volgens mij ook niet. Weet je wat ook heel lang duurt? Hoe noem je dat? Wild of Trucks. Kun je ook heel slecht inloggen. Ja, is zo? Ja, heel traag. Maar je had ook heel irritant in Eurotruck. Als mensen achterop je klappen als je bij een stopbord stopt. Ja, maar goed, dat was pure uitlogging, Niels. Pure uitlogging. Nou, komt hier. Ja, ik ben ook weer onderweg. We gaan wel even stoppen bij het volgende tankstation. Ja, ik heb... Even wachten op een gegeven moment, Bernard, dat als ik erin kom, dat ik midden op de weg erin kom waarschijnlijk. Nee, dat kan ik ervoor. Ik ben al vlak bij de brug. Oh, dat is ook goed. Nou, en daar was ik ook zo'n beetje geloof ik. Ik rijd nou richting het tolpoortje. Oké, dan ben je er voorbij. Anders wachten we gewoon bij de volgende tolpoortje, want die komen ze ook aan. Oh, nee. Oké. Of benzine, of tankstation, maar hoe goed. Zometeen komen er echt wel tolpoortjes aan, hoor. Nee. Oh, nee. De laatste. Ik weiger. Ik moet de brug nog over, joh. Nou, ik ga nou de brug over. Oh ja, we hebben eerst ook wat tankstation te kunnen opstaan. Ghost mode, wat is dat? Ja, in het begin altijd, hè. Ja, dat ze niet door je tegen je aan knallen. Oh, zo. Oh ja, je verlegt toen ook. Oh, dat hebben ze goed geregeld dan, dat is netjes. Ja. Nee, maar ik kwam net met inlog ook, dan wil dat Wild of Trucks, dat duurt lang. Ja, dat uiteindelijk een keer inlogt. Ja, ik heb met Wild of Trucks altijd zo als ik mijn wachtwoord en alles invoer, dan zegt hij dat hij niet goed is, terwijl dat het wel is. Ja. Heb ik ook wel veel. Niet handig. Meer irritant. Nou, ik zou het niet weten. Ik zou zeker niet meneer Erik voor het laatste erin ben geweest. Links is zonder paal, hè, die tol? Ja. Ik ga links een keer gewoon in één keer door. Ik zit er nou weer achter mij. Zakken. Oké. Ja, ik? €234. Hoezo ga jij nou weer op zo snel? Patrick, als je een nieuwe map DLC uitkomt, waarschijnlijk Estland. Letland. Koop jij die dan gelijk of niet? Jazeker. Jazeker. Zeker voor Eurotruck wel. Ja. Bas, nou eens Italië halen, dus op dit moment. Oh ja, verdomme. Zou ik deze week doen, ja. Maar ik zie niks. Ik sta zo stil bij... ik sta zo stil bij het tankstation als het goed is. Hoop ik. Ja, ik rij voorop. Dan zal ik wel even uittappen. Ik rij in de 9 die brug op. Oh, Carmen. Ik zie Carmen wel dus in Twitch. Dus hij werkt in ieder geval wel. Misschien doe je weer iets fout. Huh? Dat is gewoon leuk. Ja, nou, ik zou Twitch gewoon binnen. Test 3, 2, 3. Test 4, 5, 6. 3, 2, 1, test. Test 1, 2. 4, 5, 6. Ja, die kop ik wel gelijk als die DLC uitkomt. Waarom staat er nou weer K3 aan bij mij? Maar goed, ik weet ook niet. Wanneer ligt op de planning dan, Patrick, dat die uit zou moeten komen? Dat is nog niet bekend gemaakt, nee. Nee, man, dat zou wel vrij veel plaatjes laten zien. Dus, dus vaak als in de loop van het jaar zal ze weer een keer. Zo gauw ze plaatjes beginnen te showen, dan duurt het vaak niet zo lang meer. Ik denk de zomer of zo zal het ook een keer komen. Ja, ik denk niet eerder dan de zomer, hoor. Nee, maar ik heb gehoord dat ze met nieuwe Eurotruck bezig zijn. Maar ik weet niet of het waar is. Een nieuwe Eurotruck. Ja, Eurotruck, wat is dan 3 denk ik. Ja, dat is wel 3. Heb ik geruchten van gehoord, maar of het zo is. Ik wil er geen seksman van zijn in ieder geval. Rem nou eens af. Wat dan? Ja, je komt veel te dichtbij. Nee, maar ik ben wel een stukje van je vanaf, Rick hoor. Rick. En we moeten Chantal inhalen, Rick. Ja, maar die haal ik dan niet in. Oh. Nee. Ik ken die kent zeker voor jou er ook wel weer af. Hé. Hey. Ja, je? Ik rij gewoon vol gas. Ja, oké, 2-3 maandjes. Ik ben bij Sean uit de beurt, want die rijdt abnormaal. Dat kun je er beter op zetten, vol gas.
Ik rij nu Odense langs, voorbij. Ja, we liggen nog wel een stukje achter. Ja, we liggen nog wel een stukje achter. Esbjerg. Hoeveel kilometer zitten jullie daar? Ik zit 1760. Op 1670 komt een tankstation, ik wacht daar. Ja. Oké. 1670? 100 kilometer is nog even bereid. Ja. Ja, nou, ik hoorde zoiets, Patrick, dat de ETS 3, dat ze daar al plannen voor aan maken zijn, of al mee bezig zijn, maar ja, je hebt ook wel gelijk, als die DLC's gewoon goed bleven komen, ja, waarom zou je... Ja, maar op een gegeven moment moeten ze ook wel een keer. Ik denk dat je in 2018 of 2019 wel een keer weer iets nieuws kan verwachten. Ja, want anders kan je dus misschien... Ik denk dat DLC's blijven maken, maar het is een keer op. Je krijgt straks iemand die gaat dit ook maken, net als je met hier tankstation, hè? Ja, maar nou, als de Euro Truck 3 uitkomt, dan wordt er voor de 18 wordt er ook geen DLC's meer gekocht eigenlijk. Dat lijkt me niet. Nee, maar dat hoeven ze natuurlijk niet van tevoren aan te kondigen dat die komt, hè. Ze hoeven dat niet heel ver van tevoren aan te kondigen. Als zij zeggen gewoon 3-4 maanden van tevoren dat die komt. Ja, ETS 3 bedoel je? Ja. Maar het lijkt me sterk, ze hebben net Italië gelanceerd. Die moeten ze toch helemaal uit. Ja, maar dat heeft ook nog wel een jaar of gaat ook nog een jaar of twee overheen, denk ik. Over dat dat wil ik zeggen. Ja, maar weet je waar ze bang voor zijn? Dinges nu ook heeft, hoe heet dat? Farming. Dat ze een grote concurrent gaan krijgen met cattle en crops. Maar wel Het zijn gewoon kleine developers die gaan dan op een gegeven moment, als ze gewoon een game zo weinig echt geüpdate wordt, dan gaan kleine developers gaan gewoon helemaal een nieuw spel maken. Dat is gewoon beter. Dan gaan ze wat ze in het origineel missen, gaan ze daarin zetten. Zoals Cattle and Crops ook begonnen. En dat is ook nog met, hoe noem je dat, crowdfunding gedaan. Oké, maar is dat echt zo'n goede, die Cattle and Crops? Concurrent? Ja, schijnt wel goed te zijn. Schijnt wel goed te zijn. Er zitten meer dingen in dan in Farming bijvoorbeeld, maar... Oké. Als het goed is, komt hij deze maand in Steam. Farming is wel bevestigd natuurlijk, hè. Dat er meer Iveco-mogelijkheden komen. Ja, Patrick, daar ben ik ook voor. Ja, dat hoop ik ook, ja. Maar dan blijven we gewoon lekker Iveco, Eurotruck 2 rijden. Iveco-simulator, daar hoop ik een beetje op. Ja, daar zit ik ook op te wachten. En wat gaan we dan doen? Met vergrote bus pakketjes bezorgen? Langs de deuren? Zeker. Gewoon, gewoon door de straat heen. Ja. Wat verschrikkelijk. Je mag maximaal 100 meter aan één stuk rijden, dan moet je weer stilstaan. Ja. Kijk, maar we staan mooi stil. Ja, er komt een nieuw DLC aan, hè, van de American Truck Simulator. Ja, dat zag ik, ja. Maar ik weet niet of ik die wel ga halen, want ik speel het bijna nooit. Nee, ik ga het denk ik ook niet halen. Ik speel hem ook bijna nooit. Ik heb die New Mexico ook nog niet gekocht. Ja, die heb ik toen wel terecht gekocht, maar... Ik niet, ik heb hem niet. Stelt geen... Ik heb mijn verlanglijst gezet en Italië heb ik gelijk gekocht. Ja, ik ook. Maar... Klopt, maar het is... dat Euro Truck dat... 1, 2, 3, 4, of dat Amerika Truck geloof ik wel. 7, 8. Ja, we wachten alleen nog even op... Jan is onderweg. Waar zitten jullie bij, voorbij Odense, bij het tankstation? 1664. Ja. Oké. Ik heb mijn zicht. Rij ik door of stop ik ook in? Ik stop ook in, dan kan ik hem bier inschenken. Ook, lekker wel. Ja, ik heb toch geen lucht, dus... Ja, ik wou net op Chicky draaien. Heb je alweer een Iveco gezien, Melissa? Nou, dat moet niet te vaak zien hoor, want... Straks ga ik toch nog in eentje rijden. Nou, zo oud word je niet, maar... Ik vind nog steeds dat we echt een keer een special stream moeten doen met alleen maar Iveco. En nog allemaal vrachtjes van onder de 200 kilometer. ik ga in een Iveco rijden als ik de 500 abonnees heel heb goed. Gehaald. Dan ga ik een week lang in een Iveco rijden. Ga ik even opzoeken. Nou, hoe je abonnees kunt kopen. Ik kan zeggen, kopen er gelijk 250. Dus met z'n allen kopen gewoon een aantal abonnees en dan zit die daar. Als ik 500 abonnees heb, ga ik een week lang in een Iveco toeren. Als iedereen een hele grote vriendenkring heeft, dan ben je er zo hoor. Abonneren jongens! Ja. Zetten we gewoon ergens op, gewoon gewoon op zo'n site van, op zo'n forum, zetten we gewoon allemaal abonneren. Ja. En dat bij deze is dan gezegd, 500 abonnees rekenen week lang in de Iveco.
En ik denk dat ik, ik denk dat ik dan die week wat meer farming doe. Nee, zo werkt het niet. Daar hou ik gewoon al schema. Nee, gekheid hoor. Dus, Jan, je bent er weer, toch? Ja, ik ben er weer, ja. Wat zeg je? Gas, rij je. Oh, wacht even, Carmen zit te vloggen. Die, ik zeg het nou niet weer hoor, want anders heb ik wel eens. Ja. Oh, als ik 500 abonnees heb. Ik heb het opgeschreven. Ga ik een week lang in een Iveco vrachtauto rijden. Ja, staat genoteerd. Dus dat duurt nog een paar maanden. Ja, dat denk je nu. Ja, dat duurt zeker. Ik heb morgenochtend, hè? Ja. Allemaal in één keer van die Amerikaanse accounts in één keer denk je van... Wat is dit dan? Indonesiërs. Ja. Hier is Sean. Ik heb gewoon 20 pk min en trek je eruit hier. Allee, ballen. Is er weer zo'n Franciscaan in volgende? Oh jee, ik trek aardig bij met mijn MN. Wat een donders fijne vrachtwagen is dit, joh. Ook zo gelijk aan met bitcoins. Ja, nee. Bitcoins die staan nu op het moment dik in verlies, heb ik gezien. Dus, Dank u voor, Sean. Wiksum, ja. Peter. Ga je goed, Peter? Kijk, nee, ik ga hem al voorbij. Ik ook. Met mijn MN. Ah. Ik zal ook voorbij de beeld op. Kijk dan toch, met gemak ook. Dat zei. Wat? Oh, Snake. Ja, de motor er wel in, Peter. In Duitsland. Sneek je af, Peter? Ja, Peter heeft voor mij niet de nieuwste motor, want die knaktros, die komt echt niet vooruit. We zijn in Duitsland. Ik hou Bernhard gewoon bij. Ik zie gade, dat is goed wat nieuws. Wat ben je aan het doen? Ik schakel er een beetje mee. Ja, dat kan gebeuren, hè. Zo af en toe heb ik zo heel af en toe ook nog, niet vaak meer. Ja, ik moest omhoog schuilen, dat deed ik per ongeluk vandaag. Hoe kan je dat doen? Hey, ik heb het toen met de... Nee, ik heb nu weer stuurtje, Niels. Oh, oké. Okay. En wat is er trouwens zo bijzonder aan die kronentoestand? Want ik heb die Schwarzmüller trailers ook maar uit. Ja, is dat, dat is helemaal niet heel bijzonder, hè. Nee toch? Nee. Ik denk dat vandaag uit is om te halen. Vandaag of gisteren anders op Twitter ook weer helemaal geweldig op het blog van SCS weer over kronen. Ja, dat zag tuurlijk, ik maar ja. Ze moeten toch wel een beetje promoten. Ja, oké. Okay. Ja, daar heb je er ook van die heftruckjes achterhang volgens mij. Oh ja, ja, dat is het, ja. Oh, dat is ja. Wel leuk. Hè. Je kunt ervoor hoor, Niels. Een apenkooi. Ja, een apenkooitje. Ja, dat. Ja, die ja. Daar is één dus wat eraan veranderd volgens mij. Ja, en er staat Kroon op dan. Rick is Sean, of even kijken. Ja, Rick is Sean al voorbij. Sean, ja, die zit nou op de linkerkant. Gewoon een singleplayer van Kronen. Dan volgen trekken we vast van tafel af, joh. Nee, daarom zitten er twee strak achter je, Rick. Jongens, ik kom er. Scania versterking komt eraan, weet niet bang. Ja, dat is goed, kom maar. Oh, nou komt hij weer voorbij. Ga weg. Wat ik ook altijd kan doen, is gewoon, net als de vorige keer, waar ik hartstikke verloren mee had, gewoon mijn opleggen eraan. Weghalen en dan gewoon weer gassen. Ja, de clubje zit weer bij elkaar. Daar hoort Jack wel alleen niet vrolijk van. Oeh! Wow. Wow. Een dikke lek! Ja, Niels, ga zijn linker bij aan, jij. Ik zag Bennett ook in een keer heel dicht bij me komen. Oeh! Wat was dat ineens? Ik, ja, geen idee. Daar kom jij al mee in, Peter. Peter, Jan. Ja, nieuwe vraag zijn nieuwe trailers. Hebben we een nieuwe Scania in de hand? Oh. Vind jij wel leuk, ja? Kom ja, natuurlijk, bedacht je wat. Zo, die kan we ook niet meer aanhalen. Oh. Ik krijg hem al voor. Was die ingehaald via de rechterkant, hè? Ik rijd niet. Ik haal helemaal niemand via de rechterkant. Ik haal helemaal niemand in. Oeh, ze zitten al tegen elkaar aan, hoor. Ja, hoor. Ik zie het ook al hier gebeuren, dat is toch weer een sensatie. Hoppa! Ja, ik zit eerst erin, hoor, dus Kijk, ik ga nog naar de stream. Niels, jij rijdt me toch wel weer voorbij heel langzaam. Dus ga dan maar gewoon links. Dit is gewoon mijn baantje, jongen. Gasten, je rijdt ook weer 200 kilometer naast elkaar. Ja. Hey, Sean, ik moet naar links. Ja. Nee, is twee baans. Niet. Oh, nee. Is jouw probleem op links en door? Oh, wat een gedoe weer. Als je wat hebt, dan moet je het allemaal over de markeringstreep. Dan moet ik het doen naar de linkerbaan, Bas. Klootzak.
Maar nou zit Chaco achter mij. Ja, dat is de volgende. Oh, dat doet maar. Jongens. Zijn ze er nou voorbij? Ja. Hoe komen we zo snel voorbij, joh? Ja. Nou, het zijn weer van die heks, van die smerige Volvo-heks. Zijn maar, even ja. Report, hoor. Hey, wat wordt een report dan, Rick? Weer gezin halen? Is Jurja nou niet geband? Ik weet niet of hij geband is. Bliksem, Bennet, ik moet op de rem. Jij krijgt toch gewoon een melding van? Wat zei je? Ik moet op de rem voor Bennet. Gewoon een M1, die moet remmen voor een Scania. Dat is toch ook een schande. Dat is een schande. Nee, M1 is schande. Dat is ook wel. Nou, M1 is wel een fijne truc, hoor. Nee, M1 is een donders fijne truc. Donders. Soepel. Als je er voorbij wil, dan gaat het voorbij, hoor. Ja, nee, dat red ik net niet. Ja, M1, soepele richting aanwijzen. Zo hele relaxte richting. Ik ben er nu aan gewend. Dat is gewoon echt, daar word ik heel rustig van. Je ook lekker relaxed, hoor. Ja, ik ook. Op het ritme van de richtingwijzer val je zo in slaap. Ja, want die gaat heel erg traag. Ja, zekers. Tik. Tik. Tak. Tak. Nee, nog langzamer. Ik val hier ook bijna in slaap. Tik. Tak. Tik. Tak. Tik. Tak. Jacco, hij heeft ook agressieve lijnen vandaag. Ja, het is, ik ben er helemaal klaar mee. Nee, hoor. Ja, ik kom langzaam aan dichter. Rijdt nummer 3. Ik rijd nummer 3, ja. Hé, hey Barry. Hoor dit, een paar mannen die de grootste lol hebben en Fries praten. Nou, ik praat Fries! Niet. Ik praat Fries! Fries! Dat maakt echt weer dan. Ik kom ik wil wel een beetje Fries praten, hè. Dat is net zo. Dat ken je, Ed. Ik Plas Brabant gaan praten. Dus we hebben van Limburg, Brabant, Overijssel, Groningen. Nou, daar ben ik niks vergeten, denk ik, toch? Nee. Nee. Maar geen Friese, nee. Halfbloed, sorry. Halfbloed. Ja, oké, okay, maar dat... dat je je woont in Overijssel. Ja, daarom. Ik ben geboren. Zo dan. Oh, wat gebeurt daar, joh? Strak ingedraaid. Agressieve lener, ik ben Maxi Verstappen. Maxi. Ja, die door die bocht in, joh. Maximaal Verstappen. Ja. Kut! Ja, dat is een verkeerde afslag. Kijk dan, hoppakee op zijn kant hoor. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Hey, heeft het weer gered. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Jongen. Peter, uit, nog bij. Mooi. Mooi. Ga naar Hamburg. Heeft Peter de microfoon gemute? Nee, Peter. Of heb ik dat nog gedaan? Ik ben door Peter. Ja, jij hebt nog gemute. Oh, ik heb hem gemute, ja. Toen, nee, vorige keer toen moest hij zo ineens weg, ja. Oh, ja, ik zal hem zo direct even aanzetten, hoor. Hij zit al een heel verhaal tegen je te vertellen. Je ja, ik hoor niks, hoor. Ja. Op hoeveel kilometer zitten jullie? Ik voelde zich een beetje genegeerd. Nee, nee, maar dat is niet moet werken. Oh, nee. Nee. Dat, maar horen jullie hem wel dan? Ja. Ja, ja, ja. Oh. Luid en duidelijk. Je hebt hem gewoon persoonlijk gemute. Gewoon ja, oké. Okay. Ik zal hem zo even unmuten. Want niemand hoort hem in de stream dan ook, hoor. Maar dat is nog van de week, joh. Hey, Barry Boesma. Bedankt voor het abonneren. En blijf er gezellig bij. Weer er langs heen, Robin. Nee joh. Nee, maar kom wel dichterbij, Jacco. Dus weer een stapje dichter naar een WG Vego rijden. Ja. Ja. Dus ga niet abonneren. Ja, ja, stop maar even. Ja, we gaan sorry, even stoppen. Ik stop bij de volgende. Oké. Okay. Afslag. En Robin, en nu ga ik vol naar rechts. Ja. Ja, dan kan ik. Trek je gebruik van het tankstation. Ja, dan zal ik Peter even unmuten. Want maar dat was van vorige keer, toen met zijn privéomstandigheden. Toen heb ik hem even gemute, want ik denk, ja, dat gaat de rest niet aan, omdat wij het horen. Mm-hmm. Hij had de microfoon aangestaan. Ja. Dus Peter, ik unmute je zo. Ik durf niet uit te tappen nu, want. Nee, dat klopt.
Ja, ik hoor hem wel. Peter probeert je wat te vertellen, Chuckle, maar dat hoor je niet. Ja, nee, ik hoor het echt niet. Oh, zo. Daarom dacht ik dat hij zichzelf gemute had, maar dat was nog van vorige keer. Mijn excuses, wat zo goed. Hoeveel nou dan? We zijn nog niet stil, we hebben nog geen tankjes, John. Hoe moet ik rijden? Hoeveel kilometer zit jij dan, Rick? 1436. Oh, dan zit je met 16 kilometer achter mij. Ja. 1419. Dan zit je vlak achter ons. Ja, hij is niet zo heel ver bij ons vandaan. Maar dan rijd je weer alleen, dat vind ik ook zo saai. Ja, maar we wachten zo. Ja, maar hij kan er hier niks over komen. Wat uitdaging, kan hij weer even proberen iemand in te halen. Maar waarom ging je daar af dan, Rick? Dan in mijn stuur blijven hangen. Ja. Nee, dan niet. Ja, leuk smoes. Het zag er wel spectaculair uit, hoor. Gewoon richting, ja, vol van aan. Ik te sturen, maar toen knalde ik dit bord aan. Ja, dat klopt. Dan leg je stuur ook alweer van mijn bureau af. Ja, bijna, mijn pookje wel. Kom, pookje zo uit het raam, hoppa. Ja, dan trek ik in mijn stuur mee, denk ik. Rick, richting gevoel van aardappel. Ja, net. Bloembollen. Ja, daar komt hij. Ja, taxi is ook op zo. Ik hoor die al dubbel, Bennett. Hoor je bij mij dubbel? Ja, net. Is dat mooi, hè? Nee, er waren gewoon twee mensen die hetzelfde zeiden, volgens mij. Oh, oké. Okay. Ja. Dat wel relaxed. Het is wel een kleintje. Ja, maar dan staan we wel even langs... Kijk, dat is mooi. Die op de tank, die zetten hem gewoon op vluchtstrook neer. Ja. Wat gaaf. Hoppakee. Nou, dan ga ik eerst Peter unmuten. Oh, ja, dan kun je ook horen dat hij zombie is geweest. Of eigenlijk nog is. Maar wat was er dan, Peter? Een of andere happening of zo? Ik heb hier voor mensen gedaan. En toen hebben ze gevraagd aan stichting, alleen zeg maar, mensen die beperking hebben, die wonen in 24 uur. Zeg maar. Oké, ja. Nou, iedereen wil, ik en een paar vrienden van mij, die wonen allemaal in 24 uur. Dan heb ik ze allemaal opgegeven. Oh, leuk. Ja, en omdat mijn kameraad goed Engels kan spreken, dan heeft hij dat mailtje gestuurd en zijn hier gekomen voor een kleine opname. Dat is een mooie comment, hoor. Hé, hey, Chaco, ouwe olietanker. Alleen die masker, die jeuk als een... Hey, Lars. Wat dacht je, Ben? Ik ga de first home, want anders dan haalt hij me weer in. Dat is goed, Patrick. Later. Dus. Ja. Moet wel gewoon op de val blijven rijden, hè? Zullen we nou rijden? Hoe is mijn... Ja. Ik ben hier nou bij de ongeluksafslag. Maar kan... Waar kom ik nou horen dan? Ja hoor, nu wel. Ik heb je een mute. Weet je nog van de week? Ja, ik heb voor jij de was, heb ik al excuses gedaan bij Ben. Ben je er al, Rick? Oh joh, dat maakt er niks uit. Ik dacht zeker dat de microfoon uitstond. Nee, hij stond er aan, maar dat maakt mij persoonlijk niks uit. Alleen mensen op de stream hoeven dat niet te weten. Nee, maar ik dacht dat het de microfoon uitstond. Hoeveel kilometer staan jullie? Nee, hij stond nog niet uit, Peter, maar daarom... 1365. Ik heb het teruggezien op de opname van jou en ik schaam me er heel erg te diep van. Ach nee joh, gek, dat hoeft toch niet. Ik ben lekker al voorbij. Dat hoeft niet hoor. Ik heb hem lekker gemuted, maar daarom was ik zo verbaasd. Daarom hoor ik je niet, want ik had vergeten jou weer te unmuten. Dus maar bij deze is dat gebeurd. Een andere richting gestuurd. Ja, maar dan nog. Ik vind zo van een excuses aanbieden. Jongens, rij maar door. Is altijd goed, Peter, maar is niet nodig. Jij zit nog een andere weg, of niet? Ja. Gassen. Want ik zit al op 1319. Ja, dan pak jij de eerste bij zijn tankstation maar weer. Ja, ik zit op de A1. Of gewoon op de 1, zeg maar. Ja, hier zit je heel op een heel andere weg. Jan, gasten. Ja, kom maar dan, moment. Hebben jullie niet gewerkt, hè? Ik heb een nieuw bier opgehaald. Ja, dag al zoiets. Jan, die kan weer niet op bier afblijven. Bas! Ja? Er wel weer tussen, hè?
Ja, ik ga zo net. Hoe niet de toch af, dus. Ja, maar ik geef jou met die dikke scanner even een ruimte, als het was toen mee. Ja, joh. Ah, jongens. Jongens, bek af, man. Twee trappen op en af. Hoi. Hou een beetje koelen met bier. Ja. Ja, ik zei net al, dat was voordat jij in de stream kwam. Van als je na een half uur niks meer hoort, dan moet je een ambulance bellen of zo. Want ik had een experimenteel biertje hier op staan. Ik heb maar die, die heb ik overleefd. Oh, okay. Oh, hoeveel procent was dat biertje daar? 10%? 9. 9? Ja. Gaan jullie ook naar de 1? Weet ik niet. Ja, dat kunnen wij nu nog niet zien, maar op de, ik denk dat we op termijn wel richting de 1 gaan, maar we rijden nu op de 2. Anders pak jij gewoon de eerste tankstation die je tegenkomt, Rick. Dan zet je niet achter ons dan, Rick. Nee. We willen op een andere weg. Bam. Ja, zijn navigatie stuurt hem dan weer ergens anders langs als een paar derde die per weg komt. Ja, dat klopt. Ja, tuurlijk, ja. Dan pakt hij de kortste weer. Dus bij de volgende alleen op bepaalde zender wordt het uitgezet. En bij de volgende opname die kun je ons zo bij haast niet meer herkennen, maar die komt wel even voor met bepaalde mensen. Van Walking Dead. Gaaf. Oké. Okay. Dat is een bepaalde zender, dan moet je kopen en die heb ik. Van de Walking Dead bedoel je? Ja. Oh, ik heb laatst nog wel een stukje over een brouwerij uit Dalsen gezien. Ja, daar staan vangrail op. Nee. Ja, dat was ergens op een lokale zender. Ja, die schommelt toch, jij? Nou ja, ik ben hem met mijn hoofd trekking even bezig. Ja, de opnames zijn vandaag gemaakt, dus een ring er maar voor dat over 2 weken pas tot de visie is. Heb je dat ding besteld trouwens? Welk ding? Die hoofdbeweegding. Nee, dat is gewoon een Android-telefoon. Nee, en dan, dat is een racemonster. Zo. Oh. De Android-telefoon. Zo. Bedankt voor de waarschuwing, Peter. Ja, ze past me ook voor mij. Ik ga niet aan de kant hoor. Maar dat is een programmaatje, FaceTrack No IR. Of ja, er zijn ook andere programmaatjes voor. Dat kost een euro of 2, geloof ik. En dan in combinatie met een Android-telefoon. Die heb je dan. Op je hoofd. Oh. Het werkt perfect. Een Gear VR. Een Gear VR. Nee, dat is weer wat anders. Ja, je hoeft niet dat ding. Ik kan aansluiten op mijn computer. Je hoeft dat ding niet op je ogen te zetten, zeg maar. Nee, je hebt met die FaceTrack kun je ook met een webcam doen, dat hij de contouren van je gezicht herkent en volgt. Alleen het nadeel is dat als het een beetje donker is of hij een bril op hebt, dan volgt hij dat soms niet goed. Ik had op een gegeven moment dat hij gewoon mijn neus gaat naast mijn ogen zag. Dan wiebelde alle kanten op, dat was geen domme waard. Dus toen ben ik verder aan het zoeken gegaan en die FaceTrack, of hoe heet dat? Dat track, dat is zo knijter duur, 180 euro geloof ik. Ja, dat is echt hartstikke duur. Okay. Ja, En toen dacht ik van ja, maar er moet toch een alternatief wezen. Maar het schijnt dat die nogal een monopoliepositie hebben op de markt. En de alternatief is dan met zo'n Android-telefoontje. Goeiedag, de dol is hier allemaal. Die, dat teluut af. Oh, goeiedag, al die haren. Ja, die zijn gekregen. Ja, mooi gezicht wel. Ja, zolang we hetzelfde niet zijn, is het mooi. Zo is dat. Zo, ik ben Sean bij. Ik wil zeggen, je komt steeds dichterbij bij Sean. Sean, gaat alles goed? Prima. Ik ben al bijna bij een tankstation. Moet je langs heen, Bernard? Oh, nee hoor. Ja. Ik ben nu bij een tankstation. Ja, je zit op de heide. Ik denk dat we daar wel langskomen, want wij komen misschien wel later de 1 pas op. Ik wil wel een beetje zien. Hoeveel kilometer moet jij nog? Wij gaan straks de 1 op. Ik moest helaas 10 keer remmen voor die 1119. Ja, ik denk dat hij nog een stuk door moet eigenlijk. 1250 nog. Dan hebben wij nog 130 kilometer te gaan. Ja. Dan moeten we eerst even kijken of we daar uitkomen. Zit jij, moet je even kijken waar de 2 bij de 1 komt. Want daarna zitten wij pas op die weg, hè? Maar dat filmpje, Jacco, vecht al leeft, denk ik. Hey, dat is ja, precies. Maar de 2 bij de 1 komt. Ja, want wij zitten op de 2.
Rijd u helemaal langs Hennover, langs Hennover dan? Ja, ik kan dan kun je vast een Scania dealer kopen, ja. We rijden nu op de 2, ja, ik sta nou bijna bij een punt waar ze bij elkaar komen. En dan gaat hij naar de 45. Dan naar de 4. Oké, okay, dan moet je gewoon even zorgen dat je als je... Moet je nadat de tweede bijkomt, moet je even gaan staan. Want dan komen wij erbij. Ja, maar dat is thuis geen verlust ook of zo. Pasbode gooit een brief in de bus, zegt de buschauffeur, wat moet ik hiermee? Dat is goed. Ah, ik had het net niet gezien, Nala, sorry. God, ik had het net niet gezien. Ik moest hem nadenken, sorry. Zo, Sean, wat is dat dan? Nee, ik zag jou wegspringen. Oh, ik ben zo blij dat ik niet achter je zat. Ja, bij mij springt ook iedere keer terug en dan weer naar voren. Oh man, en echt een heel eind. Maar ik was ook bij jou. En Maas is wel hoogte bij mij, 52. Daarom blijf ik ook een beetje naast Bas. Ja, nou daarom rijd ik dus ook naar Sean. Dat is niet om in te halen, maar ik heb 33 MS. Ja, Jacco, jij hebt ook een iets hogere MS dan normaal, 52. Ja, iedereen heeft wel redelijk hoog. Ja, ik heb 23. Ja, het algemeen wel hoog, ja. Oh, ik zit op 29, 27. Ja, maar dan maar. Jacco, ik moet naar links. Ja, nou toch maar, ga maar voor hoor. Normaal zit iedereen ja rond de 26 ongeveer. Ja, dat wil ik zeggen. Behalve Bernard, die zit er rond 200. Ik heb jullie niet meer in beeld, dus volg mijn pad wel. Ah, ben er maar op 380 MS, joh, dat valt best mee. Ja, dat komt Rick. We rijden nu de 1 op. Ja, ik zie Rick rijden. Voor dat Groningse wifi of had die oké? Hebben ze wifi? Kabel. Ik heb hotspot. Oh, ja, Sjaan, ja hoor. Ja, Sjaan ligt aan zijn kant. Ja, daar is hij weer. Kassa. Dan een beetje voor je oppassen, jongen. Sjaan ligt aan de kant. Hij zit in de buitenbocht. Want oh, deze moet je niet hard nemen hoor, want je ligt zo op die kant. Ja, ligt ja dat is een leuke Lars. Ik had hem de eerste keer niet gezien, maar de tweede keer wel. Dus, ja, inderdaad, ik heb wat hogere MS dan normaal. En nou weer 30. Ja, maar ik denk dat het een beetje aan de server is. Ik denk dat de server een beetje... Ja. Het is natuurlijk druk en dan... Ja. Nergens last van. Ik heb nou 46 fps. 60. Ja. 57. Zo, er komt ook iemand aan. Pas op hoor, Jacco. Gewoon zo'n 20 MS. Ja, ik zie het blauwe stipje. Zo, neemt die bocht op, joh. Oh. Oh jongens, dan rijdt die man lekker. Hoi. Wat, rij jij op een man? Ja, dat lach jij. Op een hemmen. Ik ben niet zo van de mannen. Oh god, deze die glitst ook als een malle. Ja, dat weet ik niet. Je ziet hem nog niet. Hij is naar mij nou voorbij. Dit was gewoon een truc speciaal van Rick om weer vooraan te komen te rijden, ja. Oh, dat is het, ja. Ik kan ook gaan stilstaan nou, ik kan ook achteraan sluiten, dat is goed. Ja, doe maar. Kom bij mij rijdt maat. Ik heb Sean dat ook voorgelaten, alleen ja, die ging weer net iets te snel door de bocht. Nee, Melissa, Sean gaat het nooit leren, dat soort bochtjes. Dat, nee. Dat is gewoon een zwakte van hem. Sean, die heb... Vijfde plek of zo. Hij rijdt achter mij. Nou, ik denk zesde. Zevende. Peter rijdt achter mij. Nee, ik ben er niet al lang kwijt. En Sean is gecrashed. Ja, dan rij ik op nummer 7. Ik ben drie keer de weg van afgesneden. Ah joh, kerel, hoe krijg je dat van elkaar? Ja, die drie... Rick! Die inhaal. Oh, oké. Okay. Dan moest ik dan een paar keer op de noodrem trappen, omdat ik degene zei van die race monsters. Mooi rechtstuk. Die kunnen beter in Euro 4 gaan rijden. Justin, ik wil je naam wel zeggen, zeker wel. We gaan tot ongeveer, 12 uur, 12:30, even kijken hoe laat. Als het ongeveer, we zijn ook iets later begonnen dan normaal, dus... Maar ik wil rustig je naam zeggen hoor, had ik sowieso gezegd. Dus welkom Justin. We zijn sowieso nog 1 uur 10 minuten bezig. Dan moet een recht stukje hebben, dan kan ik een bier inschenken. Oh, ik heb helemaal geen drinken. Ik heb een afslag gehad. Mijn catering is weer... Flut. Ja.
Maar niet voor elkaar, joh. Nee, niet voor elkaar. Niet voor elkaar. Uitzendig loop, flut. Ik zit het niet echt in de genen dan. Nee, nee. Jammer, hè? Ja, ik verzorg hun altijd zo goed en dit is weer teruggerecht. Ah, zo jammer. Als die puberteit denk ik voorbij zijn, dan... dat wordt beter. Mag je hopen dat het beter wordt. Oh. Een beetje mazzel hebt. Ja. Kijk, dat is ook mooi, want dan kan ik zo bijvoorbeeld een appje sturen, maar de inleiding hebben ze telefoon in de hand en ik stuur een appje en dan is het telefoon niet in de hand. Nee, ja. Ja, dat is standaard. Selectief lezen, hè? Ja. moet ik zo even stoppen, want ik denk dat ik nu wel een heel eind voorrijd, of niet? Nou, ik zie je nog gewoon hoor, Jacco. Oh, er is niks aan de hand. Oh, jij haalt mij sowieso nooit van leven. Dan ga ik hoogstpersoonlijk verzorgen, ik heb nog iets met jou af te rekenen, dus dan ga ik mijn lading en alles opwagen. Ik zit 4 achter jou. Ja, dat kan. Ik ga achter Niels. Ik heb het idee dat ik aardig weer bij Bennett in de buurt kom. Er zit 2 tussen ons in namelijk. Ik zie jou rijden. Oh. Ja, ik heb ook 1, 2... Ik moet 1111. Hoe, 1111? Ja. Ik zit op 1000. 1111? Daar heb je een zakje nog niet goed gezet. 1060 zit ik op. Ik ook. 1044. Ik heb een pakje nog op 90 staan. Hoor ik denk allemaal van die lui praten. Dek houden. 19? Oh, ik heb maar 20. Ik gebruik het niet eens. Ik heb hem op 20 staan, ik eet er nooit op. Je kunt hem ook wel uitzetten. Ja, ik zet hem als het dan gewoon op 6 uur. Hij meek hem niet eens. Hij meek er ergens op hem staan, blijft hij daarop staan dan? Zo, of hij later weer op? Nee, die jongens ertussen laten. Nee, hij gaat standaard weer naar 19 volgens mij. Ja, ik heb hier op 20 staan, ik heb er niet aangezeten dus. Oh ja, hier ligt er ook al weer een plaats, zie ik. Oh, en dan moet ik er bij langs. Wat een drama. Oh ja hoor, alles weer geblokkeerd. Lekker druk hier. Ja, ik kan er niet langs. Nou ja, jullie zijn zo bij nu. Oké, dan kan ik eigenlijk mijn bier inschenken. Dan kunnen we hem reporten. Trapson en Malvino. Mag even wel. Wie? Trapson ligt plat. En die andere mafklapper die staat in de weg. Mafklapper. Wat doet die andere mafklapper? Ja joh, Rick, rijd er voorbij. Nee joh, ik wil even kijken hier. Ja. Ik wil ook toeschouwen zijn. Oh, het is echt... Oh, wat je een volle labie hier. Wat is dat die trap niet weer weggaat ofzo? Ja, of niet? Ik snap niet dat hij bleef liggen. Ja, weet je wat telt die... Hij is weg. Hé, hey, waarom is mijn trailer Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ik rol achteruit. Ik denk, ga je een bier inschenken? Hé, hey, baas, rij door, joh. Ja, mijn trailer koppelt opeens af. En je rijdt de Volvo? Gaam je. Hoezo koppelt die ineens af? Hoe heb je dat nou voor elkaar? Ja, geen idee. Verkeerde knopje, denk. Denk het wel, ja. Wie rijdt met groot licht? U mag. Nee. Ja, zo, en dan blijven ze gewoon liggen. Dat is altijd iets wat ik niet helemaal begreep. Als hij nu niet geband wordt, ben ik echt boos. Hoeveel reports zijn eruit gegaan? Iedereen? Ik niet. Ik heb het niet gezien. Allemaal weer. Oh, handrem. Wat doet nou? Dat is niet stop. Dat is niet slim, hè? Ja, dat van Jurjaan was ook vrij overduidelijk dat hij geband daarvoor moest worden. Ja. Hij stuurde gewoon naar de andere baan en vol tegen je in. Maar volgens mij kan Niels ook nog wel zo'n rapportje gebruiken, want... Kom maar op, hoor. Kom maar door. Nee, joh. Ik ben nergens bang voor. Nou, ik ook niet. Maar... Op hoeveel kilometer? Stoppen zou moeten mogen, hè? Nou, zou moeten mogen, 1000 maar... 1000 kilometer. Ja, in principe moet het, Jacco. Ja, in principe wel. Maar dat is een principe. Maar nooit stopt hij en ik rij achter hem, toen stopt hij wel. Ja, ik heb verhalen gehoord. Ik heb video's gezien. Ja. Ook ja. En verhalen van de daden. En verhalen van de daden, ja. Je hebt het gehoord, ja. Hey, Jacco. Ja. Ik ben weer even aan het klooien geweest. Ja. En nou krijg ik de stickers meegebogen met de textuur van de tractor. Oh ja. Maar dat is altijd goed. Hoe zeg je dat?
Zeg maar, nou heb ik ze er gewoon opgeplakt, zeg maar. Ja, dan staan ze recht. Dan staan ze recht en als ik daar allemaal weer apart weer allemaal ga lopen vogelen, dan is het allemaal meegebogen, zeg maar. Oh, dat is wel mooi. Er zit eentje naast me te douwen. Dus daar ga ik mee aan de gang. Mafkes! Dus daar ga ik mee aan de gang. Ja. En dan kijken we wel even. Ja, dat is goed, want dan gaan we even die oude er dan zeg maar uithalen, denk ik. Ja, die pleuren we dan gewoon ja, want dan, want dan kom je er niet meer uit. Ik heb hem vandaag net verlengd. Of nou ja, hij heeft nog 6 dagen, maar ik heb hem alvast in verlenging gezet. Want ik ben bang dat ik het vergeet en dan hebben we straks is de server offline. Ja, dan wil ik net weer op een dag dat wij gaan streamen. Ja, ja daarom. Dus ik heb hem al verlengd, dus hij gaat automatisch... Maar dan kijken we wel even en dan gooien we gewoon al die anderen eruit eerst. Ja. Ja, want anders kom je er niet meer uit, Rick, hoor. Nee, daarom. Daar wordt een puin op. Er komt er een voorbij, die is niet echt stuurvast, dus pas een beetje op. Oh. Wie komt er voorbij dan? FIFA Trucking Chicken. Ja, hij moet opletten, want ik ga nou naar links. Ja, knipperlicht. Hey, Jochie Power, welkom. Hey. Als je knipperlicht gebruikt, dan kun je niks maken. Bas heeft zin in wat drinken. Ja, wat? Jorik, ja. Lekker. Was drinken. Nou rente, kijk, daar is mijn catering. Het appje heeft geholpen. Ik had zo'n dorstkamer. En jullie lieten mij helemaal alleen. Oh, nou, je bent er lang opgestaan, zeker. Oh. Deze was net weer lekker in de huiskamer met frisdrink en chips. Ja. Yeah. Dat vaak ik helemaal verdos. Ja. Lekker een toetje zo. Eindelijk een vechtelbiertje dan of is hij weer aan het water? Nee, dat ga ik even kijken dinsdag, want dinsdag moet ik naar de opticien toe. Ga je eraan? Ga je eraan eindelijk? Nou, ik hoop het nog niet, maar... Ik moet toch wel even... Als je ziet hoe vaak je moet inzoomen om te kijken hoeveel je nog kunt rijden... Dus het moet dan toch maar even gebeuren. Ik moet toch even naar de... Ik denk dat het alleen met lezen te maken heeft, maar... Oh, komt hij vandaan. Ik ben vorige week geweest, daar zit hij een halve bij. Een halve plus. Maar ik kan er nog... Ik voel me nog zo'n jonge god, terwijl ik dat niet ben, maar... Hey, dan... Ik voel me ook nog 20, maar... En dan denk ik, ja, ik heb nog nooit van mijn leven een bril gehad en dat... ja, dat lijkt me nog niet... Volgens mij ben ik het jongste hier. Is niet leuk, Benne. Of Jaco, een ja. Bril. Nee. 18. 17, ik heb... hoppa! Oh, wat? Ik ben ook 18, dus... Oh, ik ben wel ruilen, jongens, hoor. Zo dan! Inderdaad, Robin, die is niet stuurvast. En ik wist ook als een gek. Nog een paar weken is 48. Bas, Yogi is je opa niet. Ah, toe, ah, wat kinderen. Ah, jongen. Ah, toe. Kom op daar. Doe nou. Dus dinsdag gaan we naar de opticien. Hé, maar ik wil ook wel een keer in mijn pakketje brengen, hoor. Ja, dat mag ook. Dat mag altijd, Jan. Nee, maar ik bedoel, dan ben ik ook in Nieuw-Leuzen, want ik ga naar Nieuw-Leuzen naar de opticien. Ja, snap ik. Oké. Ja, dus ja, bij jullie geen opticien dan? Moet je daarvoor een leuzen, toch? Ja. Wat is er nou bij ons? Ja, ja Balkbrug hebben supermarkt en snackbar. Oh ja, ja, jullie slager is ook naar Dalsen gegaan, dat is ook ja. Zo. Oh, hij is weer terug. Hij is weer terug, hè? Hij is weer terug. Ja, om te roken, maar ja. Ze winnen hier weer terug. Nee, de winkel is er ook weer. Ja, meer? Je geeft één keer gasten erbij er doorheen, denk ik. Maar ja. In Dalsen deden ze zo moeilijk, hij dacht, nou, moet ik ook nooit terug aan de Balkbrug. Nou, dat vond ik wel jammer dat ze hier zo moeilijk werden. Maar dan blijf je daar even rijden, want... weet je wat ook is, Jan? Ik vind het zo debiel, want hij krijgt gewoon een vergunning en een paar mensen beginnen te zeuren. Ja, dus ze gaan moeilijk doen. Beter. Klopt, dan zijn ze... Nee, ik zit er niet achter. Ik hoef niet naar ook. Bas, wat wil je dan? Vraagt Jogi vooruit. Hij doet het gewoon nog. Yeah. Ja, goeie vent. Goeie vent. Ja, ballen. Hype voor Yogi in de chat. Hype, ik zeg het nooit. Ik zeg het nooit. Hype naar rechts toe. Misschien wil je wel het Yogi. Ja, ik denk dat het drinken ligt. Pas. Ja, pas wel. Gaan we dus just nog niet. Nou, ik zit een paal naast je trillen. Ik laat de gas op iets los, dan kun je even. Er komt weer zo'n lekker bochtje aan voor Sean. Ja, Sean, hier moet je weer vol gas door hebben die als ik nu aankom. Op hoeveel kilometer zitten jullie? 820.
38. 48. Oh, sorry! Ja, maar dan komt dat effect al bij. Ja. We zitten een boel koolzuur in, jongen, dat weet je niet. Oeh, man. Ik lag ook bijna. Mooi. Niels ook. Ja, ik moest hem op de rem. Wat ik nog hond, die blaffen? Ja, die kut hond van ons. Die heeft een water gedronken. En dan. Die heeft een water gedronken. Nee, die blaft nu. Wat voor een pantoffel heb je dan? Nou, het is geen pantoffel hoor, het is een labradoodle, dus hij is wel vrij groot. Oh, oké. Maar dus ik kan hem gebruiken als pantoffel. Maar... Ja, maar ik, als ik hem gebruik... Ik vind het enige voordeel van hond. Het is geen lopende hotdog. Nee, dat is toch niet. Hij heeft het formaat, zeg maar, Bouvier. Iets groter dan Bouvier. Ja, oké. Maar nee, met de kinderen zitten met het oude hoer en dan wordt hij gek, dus dan begint hij te blaffen. Normaal blaft hij nooit. Oh, oké, dat is een van de betere. Een hond moet ook een keer zijn dolletje hebben. Ja, ja, zo is maar dat ik begreep nooit waarom als dat tijdens mijn stream moet. Ik ben het wel eens met die tekst die daaronder staat. Para es pessoas interesados en participate de empras debat. Wat heb je nou over? STCL, por favor entrar en contra Nastim Mateus Borgia 007A. Oké, okay. En dat betekent? Als je nog een clan wil joinen, kan dat altijd. Oh, oké. Okay. STCL moet je gewoon even op Steam aanspreken. God, nou. Als je het niet erg vindt, dan... Dankjewel, Jorik. Over mijn lijk. Godverdikke, je doet goed. Hype. Hype, hype, hype. Kijk, goed zo. Wij liggen daar zo. Misschien. Ja, je vies. Wat heeft hij gedaan? Sold in de. Waarin? Een bier? Nee, met drinken. Oh, yeah, het is vocht. Drink wel op. Haal de hype maar weer weg, jongens. Ja, dat is er weer. Wat is er al? Delete comment. Ja, delete comment. maar moet ik anders nog even stoppen, jongens? Jullie zijn niet zo heel ver achter mij, toch? Ja, ik zit nu wel een stukje verder, maar... Er zijn wel wat mensen die wat verder achter liggen, hoor. Hoeveel kilometer rijden erop staan nu? 67. 87. Ja, oké. Okay. 20 kilometer. En Sean dan? Hoe ver zit jij dan? 799. Oh, hier, piaasjes. Het gedonder begint al. Oh, ja. Dan kan je mijn bier in. Volgens mij 20 kilometer uit elkaar. Oh, dat valt op zich, valt het nog mee. No, ik zou steken against Malapier. Ah, Malapier had degene die rechts stond. Nu moet ik alleen nog hopen dat die nog even kijken of er nog action wordt getekend tegen die andere. Ja, anders wel eens wat gek. Maar daar staat dus nog niks over, dus daar moet je nog wel even over nadenken. Hé hey Niels, de volgende keer als je bij mij bent, ja. moet je me helpen met de Italië. Voor een strakke prijs. Dat is niet zo moeilijk, man. Ja, wij moeten hem voor een strakke prijs hebben. Oh, op die andere site bedoel je? Ja. Stoppen we hier bij de peage of niet? Ja, hier wel. Ja, ik denk van niet. Ik wil wel even stoppen hoor, daar gaat het niet om. We stoppen bij de volgende peage, maar voor mij hebben we er zo weer eentje. Ja, volgens mij ook, want ik zie... Hoe hard kunnen we hier doorheen? Oh, er komt een 135. Wow! 40? 45 dan. Bluxigade, dat ging bijna mis. Ik stop, dus hier tankstation, hier stop ik. Oh, wat klinkt dat mooi hè, je gewoon hard optrekt. Als je hard optrekt? Ja, gewoon vol gas optrekken in zo'n vrachtauto, dat klinkt mooi. Ja, mooi hè. 1500 toeren baas. Dat is zo'n diep dieselgeluid, dat klinkt mooi. Maar die MN heeft ook mooi geluid hoor. Hoppakee. Nou, ik sta stil hoor. Ik vind dat wel heel mooi zo, Sam. Wat is nou eigenlijk het nadeel aan van MAN? Vertel me dat eens. Dus de naam. Dus geen nadeel. Wat? De naam. Wat voor naam? MAN. Oh! Waarom verstaan? Oh. Ja, rijd hem aan joh! Godverdooi. Ik heb geen idee ook, echt man. Wat doe je nou weer, Rick? Nou, dat is. Je aan het opletten. En toen dacht hij, nou, dan stuur ik me gewoon volop Niels in. Nee, als ik niet had gestuurd, dan reed ik vol op je in, ja. Met 90. Oké, dan ga ik kijken. Ik geef hem een normaal drinkenpak.
Ja, ik ook. Ik heb mijn bier ingeschenkt, maar ik zat al aan de fles te lurken, dat is ook niet netjes. Blijf staan. Zo, nu weer tijd voor het peukje. Ja, dat is waar. Maar rook je binnen dan, of? Ik? Ja, tuurlijk. Nou ja, rook je in Polen. Waarom zou ik buiten gaan staan terwijl ik binnen zit? Ja, dat weet ik niet. Ik Er is niemand die mij dat verbiedt, hoor. Kijk, dat scheelt. Ook niet moeders de vrouw Bernhard, of? Nee hoor, die rook zelf ook, dus dat scheelt al. Machinefabriek Augsburg, Nürnberg. Hey, dat is man. John is al voorbij, jongen. U vroeg wat een man betekent? Machinefabriek Augsburg, Nürnberg. Ja. Ja, dat wist ik niet. Maar nu wel. Kunnen we weer? Ja, zeker. Dan rijd ik weer achteraan. Ah, kak. Hé, hey, maar we moesten toch wachten op Niels en zo. Die waren toch druk aanpakken. En Peter die niet optreedt. Is dat zo? Oh. Kun je mij noemen, Peter? Ja, ik ben achter Niels. We zijn nog niet aan het rijden. Nee, ze staan dan weer stil. Ja, ik rijd maar weer stil. Ik hoor hem. Op den vangrails. Oh shit, want ik zou bier inschenken. Zo. Ik heb 2 liter. Sorry. Oké. Okay. Ik heb een Radler 0.0 gepakt. Oh, dat is ook wel lekker hoor. Wat? Radler lekker? Ja, vind ik lekker. Ja. Ik vind het wel lekker fris. Ja. Die brouwen wij niet, dus. Nee, oké. Okay. Nee, maar het is ook niet altijd. Ik vind gewoon bier vind ik lekkers. Maar. Nee, maar weet je wat het is, Jan? Niels en ik dit jaar een afspraak gemaakt met elkaar, met kameraad, dat wij geen alcohol meer drinken tot na het examen. Hé, maat! Oké, wanneer rij je examen? In mei? Ja. Oké. Dus 25 mei, staan we bij jou. Ja. Dan hebben we vecht op bier. Ja, is goed. Kom maar langs. Wat voor dag is dat? Op een vrijdag. Ja, mooi. Dan ben we aan het bottelen en het komt helemaal goed. Dat is ook zoiets. Ik vandaag ook gedaan, zo tegen natuurlijk bier in flesjes doen. Dat vind ik zo raar. Ja, je doet het normaal, haal je het eruit. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, ik denk het wel weer dat kan of niet. Niels is er ook. Rick is er ook. Ja. Sean is er ook. Ja. Kijk. Zijn we nou gewoon vandoor gegast? Nee, we stonden te wachten. Oké, bedankt. Maar we zijn nu aan het optrekken. Ja, als Sean hier naar links doet, kanert. Jonge benen. En achter mij nog, Peter. Ik zit achter me. Robin Hood, is dat ook je voornaam, Robin, of niet? Nee hoor. Oh. Ja, hij vond dat gewoon leuk, daar heeft hij altijd pijltjes bij. Oh, waarom rupt hij erin? Waarom rupt hij erin? Ja, dat als Sean niet doorrijdt. Oh, ik krijg hem ga ervoor langs, hoor. Ja, ik kom raas. Ja, dat kan toch niet? Jacco moest vol op de rem voor Jan. Ja, en ik moest vol op de rem voor Robin. Ik moest vol op de rem voor Robin. Dat dacht ik niet, vriend. Nee, is toch weer onlangs. Dat zag er heel mooi uit. Ik moet even 7, want ik zit op 60% schade. Ja, Niels. Hij grijpt me gewoon door de vangrail direct. Ik zag het. Niels en dan vol mij de vangrail rijden. Ik zag het gebeuren. Ik heb 2-2. Dat kon ik niet toelaten. Dat was nog een oud zeer wat er nog speelde. Dat is niet normaal. Dat was oud zeer, dat kan niet. Hey, Jan, waar moeten die pk's bij jou vandaan komen? Uit mijn tenen. Ja, ik merk het. Oh. Nou, dan koppel ik hem wel weer af, jongens. Vind ik ook goed. Oh, ja, tuurlijk. Volgens mij valt het wel mee, vriend. Ja, nee, ik kwam net de berg op. Als ik 60 om 45 heb, dan zie je geld meer afdienen. Nee, berg op tot klopt. Maar zo is het wel mooi gelijk op. Ja, toch? De rest gaan we naartoe, toch? Ja. Ah ja, tussen die vrachtwagen zit ook niet zo heel veel verschil in snelheid. Nee, toch? Nee. Een topsnelheid is gewoon 90. Ja, daarom. 89, 90. Ik ga nu alweer 140, beste mensen. Straak. Jammer dat je niet kunt afkoppelen terwijl je rijdt. Ja, dat zat ik net aan te denken. Maar ik denk als Duels komt, dan koppel ik de trainer af. Curls, laat maar doen. Gewoon al onze trainers gewoon midden op de weg zetten. Ja, dan hebben jullie allemaal een report te pakken. Ja, denk het wel. Ja, van Nielsje. Dus we misgunnen die jongen.
Ja, we worden toch automatisch krijgen dan en maar afkomt. Als je midden op de weg stil zat, dan kun je ook gewoon zonder een report. Wat wil ik zeggen? Want ze kunnen gewoon zien waar die dingen staan en als ze gewoon midden op de weg staan. Ja, ja dat is waar. Zoals jullie en dat deed. Ja, ik wou zeggen, die koppelt hem ook af. Je hebt hem ook gewoon midden op de weg, koppelt ja. hem af. Ja, klopt. Als hij vergeet te tanken. Dan moet je gewoon direct gekikt worden als je dat doet. Ja, vind ik ook. Maar een keer voor de gein zou wel een keer leuk zijn. Ja, ja bij mij zeker. Uit. Dan is het. Ja. Hé, hey, Tommy. Poehey. Poehey. Welkom. Top, sorry. Wat is dat vies bitter zeg? Poep, joh. Hoeveel kilometer moeten jullie nog? 640. Genoeg. Ja, dan best end. Leer ik 130 kilometer achter. Oh, die vent heeft zijn richtingaanwijzer uit. Wat ga je nou doen? Een vent. Moet wel even de X indrukken, hè? Dan hoort hij ook. Hij vraagt wat ik ga doen. Ja, ik ga niet tegen praten, heb ik wel. Oh, oké. Okay. Ja, hij ligt eraan op welke kanaal die zit natuurlijk al zo tien. Oh, heeft die richting aan, kan hij naar links. Rem ik voor om naar links te gaan, gaat hij in één keer midden op de weg stilstaan. Nee, Barry. Wel een mooie stom. Nee, ik moet nog 750, dus ik moet nog even gas geven bij Barry. Je haalt ons wel in. Dat wel. Jawel. Vooral in jouw zo'n kunnen we niet voorbij, Bas? Ja, nee. Maar ik kom er al aan. Nou, jij gaat er sowieso niet langs heen. Nou, ik geloof dat wij ook nog een appeltje schrikken. Het is niet alleen Niels, maar het is heel Bas. Wat heb ik allemaal gemist, jongens? Nee, hij ging er gewoon voor omdat ik keihard voor jou moet remmen, Jan. Ja, en vervolgens stond ik weer op de weg stil. Ik dacht, ik ga er langs. En hoppa, knalt hij hem zo op. Ja, ik wil of remmen en met 30 tegen Jacco aanknallen. Of ik wil gewoon vol 90 er langs heen. Zo, heuveltje op. Ik proef een beetje vroeging hier en daar. Ik weet Nee joh. dat lijkt me zo. Oké. Lex en Bas, ik heb het idee dat je toch net een tandje harder gaat dan ik, of niet? Ja, en dan rij je ook nog in de binnenbocht. Moet nagaan. Ja. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar het zou met die drie letters te maken kunnen hebben. Nee, heeft het niet. Ik wou net nog vragen van, kan ik je nog toevoegen op Steam, want je puntje is nog blauw, maar laat maar. Ik heb jou gewoon op Steam, dus dat is heel vervelend, maar... Huh? Ik heb jou gewoon op Steam. Waarom ben je niet groen dan? Ja, nee, ik wou net zeggen, we hebben toch... Ja, maar ik ben ook wel groen. Dat kan eigenlijk niet anders. Maar ik rij achter jou. Wacht even, wie rijdt er nou achter mij? Dan ben ik nog helemaal gek. Ik, hè? Bas. Ja, dan zeg ik Bas. Ja, maar jij had tegen Niels net. Nee, ik zeg Bas, jou heb ik nog niet op Steam. Oh, want je bent blauw. Ik praat niet. Waarom zou ik tegen Niels praten? Dan? Die zit niet achter mij. Ja, ik weet het niet. Maar volgens mij begint die biertjes in te slaan, ja. Dat experimentele biertje wat nu geactiveerd. Ik ga morgen de stream terugkijken, want ik ben nog gek. Ik geloof er geen donder van, jullie nemen me in de maling. Zouden ze niet durven? Nee. Nee. Maar ik heb mijn Steam account op Discord gezet. Hartstikke mooi, Peter. Oké. Dan zullen we even kijken. Ik rem al vast, want die MAN zal me niet zo snel door de bocht liggen. Oh joh, ik ga nu vol op de rem, hè. Ik ga nu vol op de rem. Oh, redden we met. Oh! Jongen. Oh! Ah, Jan. Ja, moet ik op stream zien. Heb Jan Bas te danken. Jongen, joh. Tweede smack dood, tweede smack dood. Vind ik jammer dit. Eén mens weg, tot aan de tol. Jan, weet je wat je kunt doen? Nou, zeg eens, Peter. Motor uitzetten, dan sta ik meteen stil. Maar dat is slecht voor de motor, dat doe ik niet. Hij stond in praktijk, stond hij stil. Nou, bijna wel. Nee, ik rolde nog door, ik stond niet stil. En toen kwam Jacco die gaf mij ook nog een kusje van de zijkant. Ook nog. Ja, Jacco die slijpt hem er ook zo voor, wat is dat joh? Ja, Jacco. Jacco die drukt mij zo. Ik deed precies hetzelfde, maar ja, Bas was nog... Je had tenminste niet tegen de vangrail aan te beuken. Ja, hij beukte mij ook tegen de vangrail. Ach, helemaal nu. Hey Ben, zijn er nog geld vergeten joh? 100% wat? Schade. Ik heb nog geld vergeten te oosten. Oh. Rijden we nou langs? Oh ja.
Nou, dan moeten we dat straks nog even doen, ja. Nou, morgen. Hé, hey, als ik gelegenheid heb, kan ik dan ook nog meedoen met farming, of ja, niet? Ja hoor. Oké. Okay. Dan moet hij volgens mij de laatste mond nog hebben, welke kaart zitten jullie nu op? Biesbos. Die heb je al. Biesbos? Nee, die heb ik nog niet. Heb je al? Jawel, die heb ik jou doorgestuurd. Oké, nou, dan gooi ik ze er allemaal in morgen. Ik wil een keer farming even laten weten dat je de goede T7 hebt. Ja, maar dat gaf nogal eens probleempjes. Ja? Nou, heb je altijd... die hebben veranderd nadat die rookt. Maar omdat ik heel veel heb lopen testen van welk bestand... Oh, dat gaat niet goed, aan moet passen. Geen door, Jacco! Oh, jij trok mij maar van de weg af, joh! Wat een afgaar, hè? Dat is toch niet normaal? Dat is een grapage, hoor. Jacco gaat... Ik kan toch over de middenberm, of niet? Ja, ja. Oh, gelukkig. Maar ik ga nou een kalm aan doen, want er komen wat andere mensen aan. En, Ik had ook niet door dat we iets omhoog gingen. Dat is dan van een vals plat is dat. Dat is niet leuk. Ja, ik was vol van Jacco aan de kant, die stond weer praktisch stil. Dat deed hij vast niet expres. Nee, want over de hele weg heen. Nee, maar omdat ik heel veel heb lopen testen met dat ding, omdat hij de ene keer wel deed en de andere keer niet, heb ik al die T7's. Moet ik de goeie zien uit de vissen? Er zijn geen goeie T7's. Ja, maar dat klopt, maar dat had Ben uit ook met in de server komen, ja. Maar straks is het allemaal weg. Ik heb het ook gezien, ik vond het hartstikke lachwekkend met dat rookmachine. Ja, dat is gewoon een dikke rookbak. Wat rijdt hier nou weer? Dan heb ze geen satelliet meer voor nodig. Dan weten ze toen al waar die is. Ik heb een verschrikkelijk... Hey, kom je nou een beetje die berg op, jongen? Ja, ik weet niet wat de fout ging, Bert, maar hij ging helemaal niet meer. Dat is mijn straf, denk ik. Dat is mijn karma. Denk het wel, ja. Het ging al 20 keer fout. Ja, dat was ook vragen om moeilijkheden. Dit is het teken van de truckengod. Ja. Ja, dat ging wel goed, ja, met Jan. Dat was ook eigenlijk niet de bedoeling, maar... Nee, het ging bij mij ook een beetje mis, omdat ik het geluid van mijn... van het spel wat zacht heb, in verhouding met de chat. Ja, oké. Okay. Dus ik hoor de motor niet zo goed, dus ik hoor hem op een gegeven moment niet op de toeren. Wat gaat nou weer mis? Nou, ik lag bijna op de kant. Oh, dat lag niet aan mij? Nee. Oké, dan is het goed. Nee, dat is goed. Maar Jan, ik denk dat wel jou lag. Nee, maar nee. Ja, dat lag, dit was puur mij. Die blame neem ik. Oké. Okay. Nou, welke is dan licht lag dan niet aan jou? De rest niet. Die keer dat ik in de vangrail zat. Nee, dat was gewoon een stuurfout van jou. Nee, dat was het. Maar goed, kans 2. Ik ben alweer... Ik draai nu de snelweg op. Ik weet niet of ik dan nog achter lig, maar... Ja, dat was scherp nog, ja. Ja, ging heel goed, maar ik ben de volgende... Ik weet niet meer voor mijn zit. 064. Hé, hey Jan, ik zou je niet meer pesten met die letters. Oh, dat was Bas. Oh, die pak ik nog wel. Kom bij wat, joh. Als ik zorg dat je ervoor blijft, hoor. Kijk, wie is dat nou? Ik denk dat het is. Je wordt toch helemaal scheidziek van, of niet? Waarvan? Dan lig ik weer uit. Waarom? Jij ligt eruit. Ja. Ja. Oh, Canetta. Ik heb gelast, ik heb nou ook wel weer... Met je computer te warm. Nee, die is niet warm. Die is maar 55 graden. Oh, hoe keer dat dan uitgekikt worden? Maar het is lekker koel. Cool. Dat voelen, ja. Zie ik daar vervelende nieuw. Hij verbindt ook niet met mijn multiplek. Dat is gek. Hey, hapeltje. Hey, Jalantos, welkom. Nergens last van. Goedenavond. Ik ook. Hij loopt hier nog steeds last. Lekker, hoor. Nee, nou loopt hij verder wel goed. 29 ms, 75 fps. Nee, dan moet ik nog één keer en dan steken ze maar erin. Ja, mijn MS is wat hoger dan normaal, maar... Hoe kan dat dan toch? Wat hebben jullie dan toch allemaal? Ja, weet niet. Geen... 45, Nielsum 30. Wij hebben geen vechtalbier.
Nee, ze steken er maar ik heb gewoon 30 bij mij. Regel dat. Ja, ik heb nu ook 30 gewoon. Ik ben niet zo blij bij boer met de stomme rolding. Ik heb 23 MS. Domme pedder, hè? Goed voor elkaar. Ja. Een glasvezel, hè? Oh, maar goed dat ik hier geen glasvezel heb, waar ik dacht dat ik mijn ik heb ook wel glasvezel, maar dat werkt ook niet echt. Ja, in één keer kan die handrem in één keer op te zitten. Dus ja. En je stoot net in de pookjen. Wil er alweer? Mijn 90 is iets meer dan jouw 90. Ja, ja. Dan heb je nou weer een tolpoortje, hoor. Oh ja. Ik snap die. In het echt, als een vrachtwagen met 90 is, het is een poortje aanknallen. Dan gaat een poortje gelopen, hoor. Moeten ze gewoon de game toevoegen als DLC. Hè. Gewoon door die tolpoortjes heen gaan rapen. Ja, dat is wel een goede DLC, ja. Dat heb je er al. Ja, een turbo booster overheen springen. Ja, dat is een reportje, Niels. Ja, dat kom maar. Wat een naam mannetje ben je ook. Bij Jacco doe ik nog wel echt iets anders, hoor. Ja. Hey, Niels, Niels, ga je morgen mee dan? Zeker. Eén? Ja, zeker. Wil je mee naar het dorp dan, of vind je dat high class? Ik vind het prima. Ja, ik ook. Wat voor dealtjes worden er nou gemaakt? Ja, uit eten met elkaar. Eenmaal ons wekelijkse game momentje. Ja, ja. Ik knal er niet tegen tolpoort, joh. Het is me wel van geeft, hè. Game momentje, dat neem je wel ook wel goed hoor. Ja hoor. Dat goed, ja, Jan die rijdt wel voor mij verder, volgens mij. Ja, die zit 400 meter bijna voor me, dus... Als je wat biedt, dan kan ik het zo regelen dat hij gewoon erachter komt te rijden. Ik lig niet op kop hoor. Nee. Er zit nog een paar nog meer voor me, hè? Maar ik ben al lang blij dat ik niet de hekkensluiter ben. Ik ook niet. Had ik wel verwacht met deze vracht trouwens. Valt me nog weer mee. Ik ben ook ik niet zeg, de ik zeg niks. Zeg maar wel wat. Doe maar, zeg maar. Nee. Zeg maar wat je denkt. Maak van jou geen moordkool. Nee, ik denk dat... is Bas de hekkensluiter? Ja, Peter is de hekkensluiter. Peter denk ik. Maar die ja, is goed, Yogi Power. Wat zegt hij nou weer, die jongen? Hij zegt dat hij gaat. Veel plezier nog. Ja, veel plezier, jongen. Ik zal wel even schreeuwen. Doei, Yogi. Ja, die zat bij moeders op de bank met een koptelefoon. Oh, zo ja. Oh, lekker op de kroon. Op het offline dit Brouwer veel beter. Ja, ik had vanavond ook alweer bij de World of Trucks wel slecht inladen. Nee, dat is last van, ik snap dat niet. Oh, Niels, jongen. Dat is een haartje was dat. Ja, dat was ook de bedoeling. Ja, Jacco, we kunnen altijd nog reporten. Ja. Ik doe niet zo mis hoor, ik rij je gewoon. Nee, doe dat, maar er gebeurt ook verder niks. Nog niet. Heb je geen vracht dan, Niels? Nee, die heeft hij alweer afgekoppeld. Nee, die heb ik afgekoppeld omdat hij Jacco tegen de berm in raam. Toen zat ik zo zwaar beschadigd dat het gewoon geen zin meer had. En daar haal je ons nog niet eens in. Nee, hij is mij al treiteren. Hij rijdt vlak naast mij. Ik zie nu wel twee blauwe stipjes aan de horizon op de... Hey, Yogi Power. Dus die dikke MN die komt er wel in de buurt. Ja. Meneer vraagt ook nog, Jan, rijdt die MN fijn? Ja. Hij rijdt best wel aardig, ja. Ja, ik heb niks te klagen. Dingen rijdt wel dommels fijn. Helemaal niks mee. Daar komt ook alweer een groen stipje in. Ja, die gaat niet zo hard. Ik denk dat ik dit gewoon... ik ga niet meer anders. Ik blijf gewoon MN rijden. Ik vind het wel dierbaar. Doe maar wat je later kan. Die bultop is wel goeiendag in de 9. Ja, nou gaat hij. Oh, dat ben jij dan zeker? Ja, dat ben ik. Gaas! Kom op! Dus.
Kom op. Pas, hoe is Jacco jou nou eigenlijk voorbij gegaan? Ja, bij de piage. Ja, want ik knalde niet tegen het tolpoortje. Nou, volgens mij wel, want volgens mij ging je oplegger een beetje omhoog. Absoluut niet, dat was handrem. Oh, was dat handrem? Zit Rick er nog in, nog niet? Nee, ik denk het niet. Tenminste... In mijn zie ik hem niet voorin. Ik hoor hem ook niet meer in Discord. Nee. Ja, hij zit er nog wel in Discord. Ja, hij zit wel nog in Discord. Oh. Nou, dat is met zijn computer aan klooien zeker. Hij kon er niet meer in, dus hij zal misschien wel drinken zijn gehaald. Oeh, er zitten wat vlak achter mij. Wat gebeurt hier? Maar dat is Niels. Maar dan ben ik alweer niet bang. Dat is Niels. Dat is niet bang, nou. Ik zorg alleen dat gewoon Jacco met geen mogelijkheid jou voorbij. Oh, dan komt hij toch niet. Wat rijdt hij? Volvo? Oh ja, Volvo, ik zie het al. Maar hij komt eraan. Volgens mij mooie vrachtwagens, Volvo's, echt waar. Maar hij moet in de tunnel stil moeten gaan staan. Oh, dat gaat niet doen. Het weegt niet op tegen MN, Janne. Nou, lastig. Ja, het scheelt dat je altijd nog een Iveco hebt, dus dat overal boven. Ik ga op een gegeven moment niet harder dan 50 km per uur op de bult. Peter, hoe krijg je dat voor elkaar? Ik heb geen idee. Hij denkt nachtrans. Heb jij, hoeveel pk heeft die vrachthouder dan? Op max. 150? Ik heb alles op max gezet, dus ik weet niet waarom die zo traag is. Nee, automaat ook op power mode staan? Nee, ik heb handschakel, hè? Oh ja. Oh, misschien moet je hem opschakelen als je dan in de 2 zit. Ik zit al op de 10e versnelling. Ja, maar dat... Ja, maar Peter, als je omhoog gaat, dan moet je hem een keer terugschakelen naar 9 of naar 8. Ik heb 22... Versnellings? Ja. 22? Ja. 22? Ik kom niet verder dan 12. Ik zou als ik jou eens een 12 versnellings bij elkaar schaf, om de eerste mogelijkheid. Want dit, Dan heb je ook geen power, joh. Dan heb je. Dan schaak je veel te kort, joh. Dan moet je de bult op. Moet je op als je 22 versnelling hebt, maar op 14 de bult op. Dan ga je harder, denk ik. Op de offline rijd ik met dit ding makkelijk 300. 300! Ja, achteruit de berg af. Nee, gewoon op de offline zit een lek in die vrachtwagen. Oh? Ik heb een YouTuber gekeken, want die heeft het verteld. Als je deze Mercedes koopt offline. En je gaat bepaalde dingen opzetten waar hij op doet, zeg maar. En dan rij je niet op 300 km. Nou, ik heb het uitgetest naar een level en die ding ging ook echt 300 km. Oh, dat was mij veel te veel voor een vrachthouder. Veel te gevaarlijk. Zeker dat je bloedling. Nou, dat is wel wat voor Jacco, want die rijdt ook wel als een maloot. Dus. Hey, maar Peter, dan zou je misschien voor de multiplayer een andere truck moeten aanschaffen. Dat je wisselt. Dat maakt niet uit, maar wat voor vrouw ik niet geef, dan rijden al helemaal achter. Oké. Okay. Ik heb al wel gewoon in een singleplayer 3000 pk gehaald. Ja, dat zijn van die mods, ja. Ja. Ja, maar dat soort dingen, dat vind ik dan overdreven. Dat vind ik eigenlijk ook. Dat slaat nergens op. Hey, dan is het spel eigenlijk, het spelidee is weg. Dan kan je beter gaan, hoe het dat, Formule 1 doen of zo. Ja, precies. Ja, dat is gewoon voor de lol, weet je wel. Ja, ja, nee, dat is ook wel. Ja, dat zou ik ook zeker, dat zou ik het zeker een keer proberen. Maar... Ik heb het ook allemaal wel geprobeerd. Met een zware vracht, dus over een 70 ton 160 rijden. Ja, precies. ja, lekker realistisch. De Niels die zit gewoon achter mij te loeren. Ik kom steeds in mijn spiegeltje en dan komt hij weer terug. Ja, zie je, dat was een vluchtstrook. Hij heeft al bijna twee keer... Yo, doei. Ik weet niet wie dat zei, maar... Dat was mijn moeder. Oh, oké. Okay. Ik denk, dat is bij jou, Jan. Nee. Nee, ik trek net weer een nieuw potje los. Oh, ja, ik heb het ook alweer leeg, maar... Ja.
Was geen eenmalig, bediening? Geen bediening, eenmalig catering. Jammer, hè? Ja. Ik zit eigenlijk te wachten op een recht stukje. Ja. Nog steeds. Het nadeel als je... Ik kan je wel door de bocht heen duwen natuurlijk. Nee. Ja, laat dat maar aan Niels over. Die laat je wel voor ongelukken, dat maakt hem niet uit. Ik doe het juist netjes. Ja, dat ik zag stop, ik. Hij stond net gewoon stil op de snelweg en dan wacht hij... Ja, motordefect, daar kan ik ook niks aan doen. Nee. ik had mijn alarmlicht er wel uit, dus ik had het kunnen zien natuurlijk. Ja, dat klopt. Ik had een gevarendriehoek, had ik al neergezet. Zo het raam gegooid. Ja, zo hoppa. Zo. Ja, het is nog eens voor mij. Wie heeft die muziek op de achtergrond? Ik weet niet. Lekker niet. Ja, ik hoor het ook, ja. Maar ik hoor het heel, heel ietsjes. Als iedereen stil is, dan kun je het zien ja. In Discord. Oeh, dat is spannend. Oh Jan, oh. Oh, sorry. Oh, 136. Goh, we zijn er alweer bijna. Eigenlijk gaat het best wel snel, hè? Ja, ja, maar we zijn ook al best aan bezig. Ja, dat klopt. Het is alweer 11 uur. Ja. Ik zie je 2 uur geleden begonnen met streamen. Dus dat, dan ben je wel bezig. Ja. 1800 zoveel kilometer. Ja. Nou, het is nu 11 uur en ben we 2,5 uur bezig. Anderhalf uur heb ik nou wat. Het 9:30 zijn we begonnen. Oh ja, nee, anderhalf uur. Ja. En ik kijk de stream, heb ik een apart schermpje voor en daar staat 2 uur geleden begonnen met streamen. Oh. Maar dan rond die ja, af. Ja, dat rond die af op hele uren, ja. Anderhalf uur vind ik dan nog wel een heel verschil, ja. Hé, hey, ja, en toen was het nog eens weg. Denk ik. Behoorlijk. Ja, rond af op hele uren, gok ik. Ja. Ging het niet meer, Niels? Nee, ik ga daar even mijn huisje kopen. Oké. Ik heb toch niet veel beters te doen. Oh, je zit niet meer achter mij. Nee, ik ben er even achter weg. Ja, 100 km per uur, jongens. Een dikke MN, jongen. Fantastische vraag. 104. Hoppa. Wat een mooie vraag. Ja, dat hij weer, hoor. Dat maakt niet uit. Hij had er 104 wel helemaal getikt. Dat bedoel ik. Pas op dat je niet door zijn as in je zaak. Nee, ja. Ach. En dan nog. Dus dan ga je gewoon verder ons zondaars. Ik zie geen probleem. Ik ook niet. Ik zag laatst een filmpje, dat is gewoon een stuk hout onder de achteras gedaan. Dat ging ook prima. Oh. Ja, maar daar ging ik niet graag de weg mee op met dat spul. Echt niet. Goh, ik heb ook wel zin in een bakje koffie. Ja. Hoi. Koffie. Nu nog? Ja, nu nog. Ja, dat doe ik bijna wel vaker hoor. Ja, dat hoor. Daar staat hij bekend om, hè? Die verbazing heb ik niet meer, dat hij dat doet. Ik vind het ook nog wel eens lekker als ik s'avonds echt gewoon denk... Oh, om 11 uur niet meer, hoor. Nee, om 11 uur niet meer, nee. Nee, 11 uur is hem dat wel laat. 9:30 is de max. Oh. Nou, ik heb er geen hekel aan om, om deze tijd nog lekker een dubbele espresso te drinken. Oh nee. Er slaapt deel nacht niet, joh. Geen probleem. Oh nee, ik slaap daar zo. Heb ik eigenlijk geen last van. Dan moet ik eerst een half uur doorstuiten. Als je, het voordeel is, als je ADD of ADHD hebt, dan heb je geen last van cafeïne. Ja, dat klopt. Dat heeft geen invloed, hè? Het nadeel is dat je, zoals ik nog wel eens een lange rit rijd naar Hongarije toe bijvoorbeeld, dan houdt Red Bull je ook niet wakker. Nee. Dan drinken wij wel, maar dat werkt niet. Alsof dat geen invloed heeft natuurlijk. Nee, totaal niet. Maar ja, goed, krijg je geen vleugels door, hoor. Nee, echt niet. Gaat die goed, Robin? Ja, prima. Oké, prima. Maar vroeger... Minister, zei dat de koffie klaar staat. Nog 30 kilometers. Nog 30 kilometers. Yes. Maar Minister zegt dat de koffie klaar staat, Bernhard. Oh, kijk. Nou, dan moet ze het even komen brengen. Is Carmen bij jou? Nee, Carmen, ik kan er wel even roepen, Melissa, hoor. Oh, Carmen komt al aan. Ja, zo hoort ze wel. Ja. Hey. Komt ze ook in beeld dan, of? Ja, Carmen kan wel even met voor de camera gaan, hoor. Kijk, daar is ze. Ja, dat is toch toevallig, kom ik er niet meer pas weer uit. Zo, gezond uit. Oh.
shit. Was dat geen nieuws? Ja, jij ook zo'n manneur. Deed hij een shakkootje? Ja, wat een, hij gaat hem weer terug, want hij vindt het een beetje lullig om dat echt te doen. Oh, ja, nee. Ik heb nog een moraal. Ja, nou, dat gaat mij net zo hier, Anders. Ik denk dat ik zo ook even zo, nog wat drinken. Oh ja, nou zie ik Carmen in de stream. Leuk. Ik zwaai hem terug, zeg maar hem dat ik terugzwaai. Jan heeft teruggezwaaid. Oh, dan kan ik Jacco nog net even tegenkomen, denk ik. Dat is hem hoor, ja. Dat is hem. Ja. Want ik heb namelijk een enorme dorst. Ik heb een droge snuffer, daar word je bang van. Blijf maar voorbij, joh. Dank je, Robin. Ah, dan zie ik Niels. Dat gaat verhoog. 3 kilometer nog, jongens. 10. Binnen. Blikskaars. Ik heb voor 2 weken terug een nieuwe stoel gekregen van mijn zus, maar wat klopt niet. Ik was van de rug nou. Ze moest er vanaf. Ja, zij moest er vanaf en ik kwam een nieuwe stoel, want dat ding voor mij is al 20 jaar oud. Mooi, zo'n bureaustoel kopen, zo'n race stoel. Ja, dat zal wel fijn wezen. Je zit heerlijk, heb je ook steun in de rug en in de nek? Precies wat ik nodig heb, man. Kost ook een paar cent, denk ik. Ja, over de 200. Ja, dat denk ik niet. Ik heb zelf ook een, maar die was 150. Oké. Ook gewoon een beetje hetzelfde idee, maar ik hoef geen van 200 nog aan hem, hoor. Een bende geld van stoel. Sorry, Jacco, ik was even kijken of ik ook nog steek, hoor. Had ik geld ervoor had, dan had ik het wel gedaan. Nou, heb je er geld ervoor, dan vind ik het nog veel. Wat? Al had je er geld ervoor, vind ik nog veel geld voor stoel. Jawel, maar ik vind wel, als je lang zit op zo'n ding, moet dat goed zitten. Dat vind ik het niet erg. Broodstel vind ik wel belangrijk, hoor. Heb ik er wel voor over, hoor. Ja, maar ik zit zeg maar niet hele dagen op een bureaustoel. Die bureaustoel die ik heb, hij staat hier nog, die heb ik van het werk meegekregen. Die kost een nieuwe €2200. Ja, dat is een fijne. €2200. Een bende geld. Dat is een bende geld, maar goed, het ding is ook 20 jaar oud. En zit op zich hartstikke goed, alleen het raakt als een dolle. Hey Moot, bedankt voor het abonneren. Ik was even gemute, mijn microfoons. Ik ging er meer vandoor. Als het goed is, doet het wel. Daarom reageerde je natuurlijk niet op het moment dat ik het afslaan. Ja, mijn microfoon was even. Ja, nu alweer. Ja. Nou, zat je nou raakte je me nou aan of niet net? Ja. Ja, ik moest oversteken. Dan moest ik even kijken of ik kon oversteken. Ik ga hem in de achteruit naar de garage. Hebben we hier. Oh, ik heb hem al, denk ik. Ik niet, want ik ben vorige week opnieuw begonnen, want ik had een nieuwe computer. Och. Ja, ik had niet een nieuwe computer, ik had mijn computer weer terug, zeg maar. Oké. Maar ik dacht dat hij vanavond alweer niet ging doen, maar... Uiteindelijk deed hij het toch weer. Mazzelaar. Ah, mazzel, ik ben al 2 maanden kwijt gehad. Ah joh, zo lang joh. Ja. Dat is ook niet leuk. Nee. Oeh, dat was een drempel. Ah, maar het scheelt dat ik nog een goede backup heb, zeg. Boink. Zo. Nog een vrachtwagen doorheen. Ik heb deze al. Nou wel, ja. Het is tijd ook, want we zijn nog leeg meteen. Ik vind dat je zonder trailer beter rijdt dan met trailer. Wat een jammer. Oh, Peter. Oh. Zo, drempeltje. Ja, dat drempeltje, dat pakte ik net ook mee. Ja. Dan gaan we schokbrekers. Maar ze houden hier niet van barre gaande, denk ik. Wil je zeker? Die drempel. Oh, die drempel. Ja, die. Maar je ziet hem eigenlijk te laat. Ja. Ja, ik zag hem niet. Ik was hem niet aan het opletten. Ik heb 16 schade. Ja, jongens, Scania dealer. Hoppa, ik ga mijn Scania-tje kopen. Zal ik dat ook doen? Zit niet bij de Scania refer trouwens, maar moet je hem verder doorrijden? Ja, ik moet... Oh nee, hoef ik ook helemaal niet te tanken bij dit ding.
Dat is dan ook niet meer waar. Ik kan voor de grap wel een Scania gaan halen nu. Ik ga ook een Scania halen, dus dat kun je best doen. Jan, je gaat toch nou niet in een Scania rijden? Zo. Nee, je hebt gelijk. Nee, doe ik ook niet. Oh, gelukkig. Een bakje koffie. Dan had ik met de Iveco van de garage. Ja, dacht ik al. Zo, ik heb even een kabeltje gewisseld van mijn microfoon, want hij valt me steeds uit. Oh ja, ik dacht al, je was alweer een poos stil. Ik dacht nou. Ja, ben blij dat ik je weer hoor. Ik heb even een ander kabeltje erin gedrukt, want ja, zo, even doorgaan. Jan, je moet hier eens even vol gas geven hier, dit rechte stuk. Tot, ik geef me Scania koop. Ik geef vol gas nu. Hoppa! Bam, oh! En Niels, welke Scania heb jij? Die 620? Nee, S730. Even kijken hoor. S-serie. Oké, ja, dan komt die op. Even instellingen aanpassen snel. Ja. Even kijken. Dat kan wel het kabeltje liggen hoor. Ik ga eerst even tanken. Ja, dat moet ik ook nog eigenlijk. 730 pk. Maar ik heb hier nog wel een garage, dus dat scheelt. Zo, ik heb even. Ja. Mensen van de stream, ik heb even een andere USB-kabel in mijn microfoon gedrukt, want dit ging niet goed. Wat voor microfoon heb je dan? Zo'n rode, zo'n USB, zo'n NTSC. Zo'n rode. Ja, of rode, weet ik veel hoe dat heet. Oh, ik dacht dat je de kleur noemde. Nee. Ja, wat is dat voor dat merk in ieder geval. En ik heb een standaard en er zit zo'n studio standaard. En er zit dan USB zit er doorheen. Laatst had ik er ook al last van. Dat hij gewoon. Stopt hij er gewoon mee. Look at Sean. Goeie man, zie je toch? Ik kom naar de repair hoor. Pas precies. En als het goed is, dan. Met dit kabeltje gaat het beter. Hoop ik. Ja, je klinkt een stuk fijner. Nou, dat zal wel nooit. Ja. Daar kan ik een USB-kabeltje niks aan doen, Jan. Bij stem. Griek zit trouwens nog steeds in de. Wat denk jij dan? Ja, je was een hele poos stil. Ik heb het niet meer gehoord. Waarom alleen maar bang? Dat moet jij weten. Blijf nou op je eigen kant, man. Nee. Zo! Wat een heuvel! Drempel. Zo dan! Ben er ook veel gas overheen gegaan? Ja, ik. Schakbrekenproef. Ik kwam bijna met de vooruit op de straat. Zo. Even repareren. Maar ja, Niels die heeft weer mijn hele truck vernield. Ja, je kunt de rekening wel naar hem toe sturen, ja. Ja, zeker. Dat is nou, dan stuurt hij van mij ook naar hem toe, dan is hij is dat weer opgelost, of niet? Ja. Maar nou weer. Maar die Niels, die, ja. Na ventje, hè? Hoe moet dat een beetje netjes zeggen? Geen gescheld in de stream. Ja, dat doe ik niet. Ik wou juist netjes zeggen. Nee, hoor. Lach het al. Ik kan het wel hebben, want ik weet wie er nou eigenlijk gewoon in zijn recht staat. Ja, ik. Och jee, slaap hem af. We hebben dat ook nog. Toerisme. Zo. Zo. Bas, we zijn wel benieuwd naar je nieuwe truck. Ja, ik ben bijna klaar. Ik heb hem een gauw beetje aangepast. Zo. Ga een beetje in die kabel. Wat een gedoe zeg. Au. Ja, maar dat zit in de game toch? Ja, maar dat zit toch niet in de game? Ja, maar ik zit een spel te doen, Karma. Nou, als ik daar een sleutel reclame op krijg op dat, van het YouTube, dan zeker. Ik ja, Wees gerust, ik doe het al 2-3 jaar geloof ik. En ik heb daar nog nooit een probleem mee gehad. Nee, oké. Okay. Met de echte merken niet. Nee, oké. Okay. Nee, dus heb ik geen bang aan. En ik krijg me nou. Die backstage beeld nou een keer te zien. Ja. Ja, nee, maar Carmen die heeft net ook weer gefilmd, geloof ik. Hey Peter, die heb jij dus, mee een missionair poppetje voorop.
Hey, maar dan moet je even meer, iets meer beeldmateriaal hebben. Dan is het wel makkelijker een videootje maken. En nou doet er in ieder geval de microfoon wel weer. Gewoon een andere USB-kabel erin. Hoppakee. Wat een gedoe. Jan. Ja. Ik mis nog een Michelin-poppetje op de grill. Want die had ik toch? Nee, je staat maar één op. En de linkerkant en de rechterkant. Je moet er wel twee op zitten natuurlijk. Dat is voor de OCD mensen onder ons? Ja, met een kans. Ja. Sorry, maar ik, nee, eentje vind ik genoeg. Ik heb er gewoon weer netjes twee op. Nou, ik kom eraan, jongens. Ik ga even Jan opzoeken waar die is. Oh, wat rijdt het fijn. Ik sta bij de garage, hoor. Nou, ik kom eraan. Hij komt eraan. Peter, jij bent nog niet toegevoegd op Steam. Jij bent het enige blauwe puntje nog. Oké, waar is Jan nog daar? Kijk eens Jan, wat ik nu... Hier, kijk, dat is hem hoor. Ja. Een van de mooiste vrachtwagens die je ooit hebt gezien. Ja, inderdaad, de Scania S37, die komt aangereden. Oh, god, wat mooi, hè. Ze eenmaal met lampjes aandoen. Die Mercedes wat het niet. Nee, dat is een waardeloos ding. Gewoon MN rijdt, jongen. MN. Even een stukje bewegen. Ik vind wel dat het een mooi dingetje is, hoor, Bas. Het ziet er goed uit. Kijk waar ik kan. Jij zit hem gewoon op het gras, hè? Ja, dat kan dit ding. Scania kan hem makkelijk hebben, joh. Pata, ik denk dat we om die kabel heen gaan, man. Er zit vast ergens een breukje of zo. Weggooien. Ja, maar... ik laat hem lekker in die standaard zetten. Ja, zo, rijden we vandoor. Ik heb al een ander kabel hier eraan. Dat is veel beter. Kabels met breuk weggooien. Altijd direct, als eerste. Ik heb fotootjes gemaakt, hoor. Oh, mooi. Sta ik er leuk op? Zet me haar goed. Zeker, prachtig. Wordt nog even druk op. Ah, mooi is, die kill die in die vrachtwagen zit, lijkt donders veel bekeel die bij ons in de klas zit. Ja, dat is echt grappig, hoor. Oh ja, ik zal er eens even pad op doen. Sprekend. Maar in alle commotie, Mout de Jong, bedankt voor het abonneren. Want toen was net mijn microfoon een klein beetje aan het vervelen doen, dus... Ik stuur het, Peter. Bij deze, nog bedankt. Op naar de 500. Op naar de 500. Weer een farming. Nee. Als het goed is, heb ik iedereen opgestateerd. Ik ben aan het kloten. Oh. Ik heb hier nog wel een mooie boot naar Marseille. Nou, zullen we eens even kijken dan? Ja, gaan we nog een ritje doen. Ja, we gaan nog een ritje doen. Boot naar Marseille. En met... Marseille. Thijs, tweede vraag aan mij. Oh ja, tweede pagina, derde verbonden, middelste. Tweede pagina, Ja, op mij is de tweede. Duisburg heb ik. Ik heb naar Marseille. Duisburg heb ik ook. Want die van mij, ik heb ook Duisburg. Duisburg. Duisburg heb ik ook. Ik heb Duisburg ook, ja. Marseille is dat ook. Dat kunnen we ook maar doen. Ik heb Duisburg ook. Gaan we dezelfde weg weer terug. Ja joh, leuk, Duisburg. We zijn een hoop onderweg nou, daar naartoe. Oh ja, leuk. Ja, dat kun je wel doen, ja, inderdaad. Dat is wat drukker, hè, die route. Ja. Heeft u nog niet? Ik heb hem. Boot Duisburg? Duisburg. Duisburg? Iedereen heeft hem? Ja, ik heb hem wel. Oké, doen we. Staat voor een vraag. Joop. Nou, dan ga ik eerst in wat heeft iemand uitlaten hier. Iemand of iets? Nee, gewoon een persoon. Aan de riem. 18 kilometer rijden. Ja, ja, op de rem gaan. Anders gaan we in elkaar rijden. Dat kan ook. Fuck. We gaan hem handmatig ophalen, jongens. Ja, dus wat te doen. Ja, nee, prima. Ik volg. Hey, jullie verdwijnen allemaal, jongens, uit beeld. Bij mij knippert iedereen. Sjong, jij knippert mij ook. Knippert bij mij. Iedereen. Wat hebben jullie dan toch? Ja, ik denk dat de server het niet goed heeft, hoor. Ik zie nu knipperen, ja. Ik denk dat die server niet goed is. Zie je me wel? Zie je me niet? Zie je me wel? Ja. Ja. Ook allemaal. Allemaal? Ja. Oeh! Oei. Nou, die voorrijdt, die zwarte. Ik weet niet wie het is. Die dat is Niels. Die blijft gewoon in beeld. Maar... Nee, ik heb niemand die knippert. Ja, mij, alle drie voor mij. Ik heb mij niks. Knipt iedereen achter mij. Achter mij? Je bent ook gewoon in beeld, man. Dus alleen jou, die zit net op bollen.
Maar Shaco die knippert ook aardig hoor. Maar trek zo'n Scania ook donder snel op, hè. Ja, zonder trailer, dat wil hij wel trekken. Zonder trailer is geen probleem. Die MAN dan, joh, donder en trekken. Dat inmiddels komt er een mijlpaal. Ik moet nog 200 kilometer, staat er al weer 50.000 kilometer op de teller. Oh, dat wordt inruilen van die Vigo. Betrouwbaarheid. Maar in ton ga ik ook een keer een weekje in. Nee, dat 500 abonnees doe ik het een week. 100%, dan voel je wat veiliger, hè? Ja, ik denk dat ik nog even poosje de tijd. Hey Niels, gewoon een andere motor inzetten in 99. Ja, dat kan ik ook gewoon erachter van ton. Nee, ik ga dan oprecht gewoon met die Vico rijden. Met de zwakste motor. Nou, ik ga dan met de sterkste motor, dat is waarschijnlijk ook tevens de zwakste motor. Maar... Dat is de zwakste motor in het spel. Maar dan ga ik... Ik word je gek van Robin, met al zo'n geknipper. Oh, niet alleen Robin, goeiedag. Nee, daar heb ik heb niemand die knippert. Mij knippert nu ook niemand meer. Nee, dat mij ook niet. Ik zie boot, ik zie wrak. Ja, Shaco knippert. Wat gebeurt daar? Die vent die rijdt achter mij gaat een beetje gas geven. Het zit allemaal in elkaar. Ik wacht wel even hoor. Ik wacht wel even. Dat het nog geen trailerschade aangeeft. Jongens, dit is weer echt drama. Wat is dit nou weer aan de hand? Ja, die vent is vol in me aangeknald. Wie? Ralf van gekke man. Ga eens achteruit joh. Ja, ik zet hem wel in veilig weg, jongens. Wat rust. Ja. Het is weekend, hij mag wat langer opleven. Dan kijkt hij al een stukje stream mee. Goh, is die 5% schade er alweer aan? Oh, wat een geklooid zeg. Wie zit er tegenaan te beuken? Frank Roof, geef nou gas dan! Hey. Heuveltje op. Oh, makkelijk vraag je dit, jongens. Zo. Even kijken. Ga maar naar de repair hoor. Ja, dan moeten we niet direct voor gas rijden. Ik stop hier even voor de rest. Ja. Zoals gebruikelijk. Ja, ik moest even naar de repair, want die vent die knalde vol in me op. En hij heeft natuurlijk een report te pakken. Uiteraard. Ik zie nog heel veel blondjes. Uiteraard. Ja, dat kan jou ook een report kosten, hè? En als er teruggekeken wordt, dan is ja, dat maar ik deed een niks. Vraag van wie wordt er gekikt? Ik deed niks, hè? Dat is het probleem. Hij deed niks, hè? Hij doet door de hand. Ik knalde vol in mijn achterkant op. Ik stopte dan bij een stopbordje. Hij bewacht hier. Hier zo? Ja. We moeten ergens stoppen. Ik sta weer bij Brest zelf. Waar zie je schieten meer vooraan? Hey, Bernard, ik Jaco. Heb nu een Scania, hè? Dan mag dat. Oh. Nou, er zit een dikke M&M achter je. Pas maar op. Jaco, twee dus. Ja, sorry. Ik had niet in de gaten dat je hier stil stond. Welke kant gaan jullie op? Gaan jullie weer richting terug op de rest of gaan jullie de andere kant op? Zo. Andere kant. Trekken we op? Ik weet niet. Nee, wel Brest. Langs Brest en dan... Gaas? Er is nog één, volgens mij. Ja, Niels. Ja, ik ben naar de repair gegaan. Ik sta nu in Brest. Oké, dan trekken we op. We staan hier nu 7, man. Moet ik even kijken vinden of we hierna nog eentje gaan doen. Deze zoeken wij 1100 kilometer. Dan zijn we ook alweer een uur onderweg. Ik denk dat dit hem wel is, hoor. Dan is dat dit de laatste, denk ik. Dus nog een uur, denk ik. Ja, denk ik ja wel. Sowieso een uur. Duitse kilometer nou sowieso een uur. Rest zelf of niet? Oh, dat wordt later dan. Nee, 1 uur in kwartier of zo ongeveer. 1 uur en 10 minuten. Dan moet ik een beetje zachtjes praten. Zachtjes praten? Ja, want de vrouw ligt hier in het kamertje naast. En die wil ik niet wakker maken. Nee. Wil de vrouw wakker maken? Jongen. Hoor je de rest van de week? Sean, wat ben je nou dan gaan doen? We zijn er nou weer. Jongen. Ze hebben ook geen geduld, hè? Ja, ik rijd me helemaal af, het is ook absurd ook. Sean, jij bent mijn volgende project. Jongen. En dan gaat er nog een van de. Ja, dat dacht ik ook, of niet?
Oh, wat een schade, wat een schade. Oh, valt beter al zag. Hey, valt nog mee, hoor, valt mee. Oh, alles kapot. Ik mis alles hier, wat gebeurt er dan? Oh, ik ben helemaal in elkaar gerammeld. Kerel, en nu? Ontslag. Ja. Nu kom ik netjes links voorbij, laat hij me niet toe. Is, dat is echt een asociale rij, hoor. Die jongen, dat is echt on... Ja, maar dat doe je ook niet over een rotonde. Ja, vind ik ook bijna. Dat is een tweebaan, hè? Ja. Ah, wat is dit nou? Ik zit vast. Oh nee, ik zit niet meer vast. Hé hey, joh, jullie staan niet eens meer bij mij in de chat. Jullie hebben de andere kant op gereden, Bas. Zo, ja, ging de verkeerde kant op, Bas. Ik weet niet waar je aan bij doet. Bij mij staat hier de route langs. Ja, dat is jouw probleem. Even kijken, hoor. Waar gaan jullie heen dan? Thuisburg. Oh ja, ik ga de andere kant. Ja, ik heb het verkeerd. Verdomme. Ik ben voor me dan. Zo, daar gaan we. Niels, gas erop. Ik zie helemaal niemand meer. Bij me in mijn. Hey, bij de volgende tankstation wachten, jongens. Oké. Okay. Ja, ik ben helemaal. Waar is Sean? Waar reed hij ongeveer? Daar was precies. Die krijgt bezoek van mij. Moet ik er als buffer ertussen gaan rijden, Sean? Wat blieft? Moet ik er als buffer ertussen gaan rijden? Nee, hoeft niet, ik pak hem dan. Jij gaat toch vooraan, Niels? Ja, weet ik, maar ik kan wel even de gas terugnemen. Dan kan ik als buffer tussen schakelen. Ja, dan ik ook gas terug. Ik zit kort achter jou. Kalle man. Ja, ik ga er gewoon neer. Ja, ze moeten ze zeker wel weer hebben. Wie zegt, dus, zegt iemand het in de chat? Ja. Ja? Bert. Goed zo, Bert, hoor. Bert in medelijden. Je bent mijn vriend. Heel goed. Ach, gut. Jongen, jongen. Nou, ik ben onderweg. Ik kom eraan. Maar, ik zie jullie niet eens in de tap, maar goed, dat te zeggen. Maar... Nou, gas erop dan. Hier nog geen tankstation. Nee, ik ga nog even doorrijden, jongens. Niet dat ik dat vervelend vind. Nee, volgende tankstation zit op 1120 kilometer, denk ik. Ja. Ongeveer, pak een beetje. Ja, er zit ongeveer 100 tot 150 kilometer tussen, van tankstation naar tankstation. Ja, 150? Ja, zoiets. Nee, meer toch? Ligt een beetje aan waar je rijdt. Sommige plekken is meer dan anders. Ja. Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Ik ook niet, hoor. Maar ja. Ik plimp hem altijd vol waar ik ben en dan... Ja. Ik heb er wel eens op geleerd van tankstation naar tankstation hoeveel kilometer dat was. Oh, oké. Okay. Zijn van die details? Ja, dat weet ik, Bert. Dat was een gekheid, hoor. Oh, gelukkig. Blij dat je het zegt, Bert. Ja. Bezig, Bert. Voelde me al een beetje... Weggedrukt, of niet? Afgestomd. Ja, iets in die geest, ja. Maar dat is weer hersteld, dankjewel. Dat is weer helemaal hersteld, inderdaad, helemaal hersteld. Dus, Ik voel me weer helemaal geaccepteerd. Min of meer. Door Bert in ieder geval. Die MAN community, hè. Ik heb in ieder geval een medestander, hè, Peter? Verdomd wel lekker, ja. Dat bedoel ik! Dat zeg ik altijd al. Beter dan het niet meer zien, zeg ik. Ik wil maar zeker. Hoort iedereen dat, wat Peter zegt, jongens? Ja, we horen, ja. Peter dan het gaat natuurlijk ook niet heel erg moeilijk. Ik heb ook liever een ster in mijn voorraad dan op mijn grill, maar... Jan, we richten een eigen M-club, Jan. Een M-M-club? Ja. Krijg je ook petjes en t-shirts? Dat denk ik wel, ja. Reken erop. Goed. Nee, bij ons doen we niet aan petjes en zo. Wij investeren liever in een V8. Ja. Voor goede olie. Goede olie. V8 petje. Komt eraan. V8 petje, ja. MN V8 petje. Nou, dat maken ze niet eens daar, joh. Oké. Okay. Ja, ik heb de broer van mijn vrouw wel eens in gedaan. Maar die maakt die drukpette t-shirts en alles. Kijk, zwager heet dat, hè, broer van je vrouw. Bezwagerd. JCW transport shirtjes. Razen.
barren gaan, dus. De barren gaan, Chaco. Dus, ja. Regel dat. Ook, ja. Hé, hey, er verdwijnt hier ook één. No. Oh, er komt er ook één mijn gang aan, zie ik. Ja, dat ben ik. Oh. Ben je afgekomen, Bas? Ja. Ja, ik reed compleet de verkeerde kant op. Dan moet je hem gewoon in, kun je nu wel in lol hebben met Jacco. Ja, dan moet je gaan rijden. Ja. Net een klein beetje naar rechts gaan, dan schrikt hij daar een beetje van. Ja. En dan echt stopborden, gewoon vol op de rem trappen. Alle remmen die je hebt. Ja. Motorrem, dus, handrem, vol op de rem. Het is maar goed dat het bijna weekend is. Ga ik even weer uithuilen. Ik word gepest. Waar rij je dan? Ik wil even goed kijken. Hey Niels, rij je niet vol gas of hoe zit dat? Kom maar inhalen dan. Oh nee, doe rustig aan. Waar rij je? Iveco? Ja, dat was een feest. Dan moet ik nog ongeveer... Tijdens de show 49, moet ik ongeveer... Ja, weet ik. Moet ongeveer 90.000 kilometer rijden. Ik bescherm Jacco wel. Ja, goed zo, Bas. Heel goed. Wat is het dan nou voor instelling, Bas? Nee. Ik zei niet waar ik hem tegen ging beschermen. Nee, schade. Nee, zichzelf. Oh, hij robt mij. Oké. Okay. Doei. Ik kreeg nog terug van Fuck Bill. Wat is dan de bedoeling dan? Waarom rijden we bij de tankstation dan? Wat is de bedoeling? Ik kan wachten. Hey mom, ik kan wachten hier. Hey, bedankt hè, JZW-trucker Sean. Ja, die jaagt hem er gewoon vol voorbij over. Reed gewoon over weg. Waar is Sean precies, jongens? Waar is Sean? Voor mij. Oké, ik ben onderweg namelijk. En Sean is nog schade aan zijn vraag. Er was toch een flinke beuk uitdeeld aan jou, Jacco? Niels, geef een stukje meer gas. Ik ga er even voorbij, want Niels, is goed Melissa, dankjewel voor het modereren vanavond weer en tot maandag. Hartstikke super. Wat komt eraan? Wat komt eraan met de gang? Doei Melissa. Welterusten Melissa. Welterusten. En dank je. Hey, wacht nou eventjes. Bedankt voor de koffie. Sean gaat er zoveel door hoor. Hey, Sean, we rijden. Dus Bennett, Robin. Waar ben je met de hand? Jij maar in. Ja, Peter, Niels. Waar is die? Ja, daar is die. Dat ging ook net goed. Spookrijder gesignaleerd. Als ik nu tap druk en dan gewoon die poort zou doen. Ik zal het niet. Jammer, jongen. Beetje gebrullen. Ik heb er ook niet meer tussen. Oh. Oh shit, wat gebeurde er? Pas op jongens, afremmen! Alles staat dwars over de weg. Ik heb een blok heen hier. Oh, dat was lom. Waar ga jij heen, Sean? Kijk dan op stream, jongens. Oei. Sean die ontsnapt, maar dat denkt hij, maar ik ben alweer redend. Sean is echt spookrijder. Hoi, Jan. Oei. Nou, wat was dat? Jacco. Dan word ik ingehaald door MN, dat vind ik een beetje raar. Ik ben al sinds vanochtend bezig en ik heb, of sinds dat ik thuis ben bezig, ik heb nog maar één ding klaar. Oh, dat werk je of niet? Niet één machine, hè? Eén plakketje. Oh! Oh, dan wordt het nog wel een maandprojectje. Ja, maar ik kan er beter wat tijd in steken dat het goed is dan dat ik straks nog een keer moet doen. Ja, natuurlijk, absoluut. 100%. Hey, Ariax. Welkom. Niet Bernard. Oh, jongen, wat een gekke die Jacco zegt. Oh. Als ik nu die poort had, was hij sowieso gewoon een permaband. Was gewoon klaar. Als je zoals een meloon eerst gaat spookrijden en vervolgens gewoon de hele weg gewoon vol voor je. Maar ik moet jij hier in linksaf, Jacco? Ja, maar ik ben daar dus meer bang voor nu. Ik heb al op maar rustig met 100 jongen. Jongen. Ja, sorry, maar ik zeg echt alleen maar, hè. Ja, die is goed. Waarom ga ik naar Renesje zaad? Waar ga jij nou heen? Ga je ook naar Renes Centrum? Leuk zo'n Peter, dat ging niet goed. Hij hoeft hem niet te repareren. Ja, ik kijk in de spiegels. Zo, waar ben je? Ik was zo puur gok aan het maken. Ja, die Sean komt nog net naar de andere weg, volgens mij.
Nee, die ging de die was al sprookrijden. Die denkt van wegwezen, hij komt eraan. Je moet eens weer naar het dorp toe rijden. Ja. Rusten. Rusten. Oh, zo, hier, 38% schade op de trailer. Jongen, het is ook weer raak hoor. Ja, maar zeg je, Niels, of wie deed dat, die dacht mij even om te drukken, maar dan ging de vis ging niet door. Dat stuurman is nee, puur zang. Ik wou gewoon invoegen en ik dacht, jij zit op die linkerbaan, maar ik dacht oprecht dat ik jou niet zo. Volgens mij ben ik de enige zonder schade hier. Dat weet ik wel zeker, want ik heb. Ik ook. Maar daarna wou Bas jou ook nog een keer wegdrukken, toen ging je spookrijden. Ja. Maar ja, dan hoef je dan niet zo lomp de weg weer op te komen. En ik werd gewoon weer het slachtoffer daarvan. Ja. Ja. Je hebt altijd collateral damage. Dus, moet je maar achteraan rijden, hè, zonder trailer. Ja. Doet hij ook nog een beetje, of niet? Nee. Zonder trailers nog... achteraan. Ik moet nog 9... Ja, maar ik heb een trailer. Ik moet nog 955. Ik heb ook een trailer, hè, in mijn droom. Wat ben je? Sta je al in het tapje? Ja, hoor. Hey, jullie wachten zomaar even bij de volgende, bij het volgende tankstation. Alweer? Alweer? Ja, hallo, als ik van de weg af word gebeukt door een Jacco, ja. Waarom erbij? Ik doe ja, jij kan in één keer van de weghelft vol. Want... Jij hebt geen trailer, dus jij kan ons echt wel bijhouden. Ik heb een trailer. Ja, Niels heeft wel een trailer, dat was niet. Oh. Nee, want ik stond helemaal bij richting Marseille. Ik had de verkeerde boot gepakt. Oh, je had de boot gepakt? Nee, de verkeerde boot. Oh, nou, de oplegger. Ja, nee, je bent lekker wakker, Chaco. Mm-hmm. Met de boot. Ja, ik denk even. Amerika. Nee, mijn Bres kun je op de boot pakken, trein. Wij gaan met de trein. Chaco gaat met de boot. Nee, maar in Bres ga je met de boot. Ja, we zijn niet in Bres. Nee, maar net wel. Ja, dat was een goed op inleiding. Ah, joh, dat is echt niet normaal. Ik buig gewoon iedereen die ik nou tegenkom. Maar dan blijf ik maar achter hier. Oh, 100% schade. De rug gaat naar Duisburg. Althans, ik ga naar Duisburg en de rest buig. Zijn jullie gewoon doorgegaan? Hé, Niels, ik kom zo weer achterop. Zijn jullie nou gestopt of niet? Jullie zijn gewoon doorgereden, hè? Ja, maar ik moest er bij het tankstation en die ben ik nog niet tegengekomen. Ik wel, ik heb een gevoel. Rijden wij nou voorop, Jacco? Jazeker. Oké. Okay. En dat blijft ook zo. Ja. Hoeveel kilometer moet u nog dan, Jacco? 500. 880. 500. Ja, wat een lul weer ook, hè? Jongen, poffert. Ik ga een Iveco kopen. Dat zou ik ook doen. Dat is echt een wijsbesluit. Echt een wijsbesluit. Wat een hilariteit weer. Oh, ja, jongen. Dat was echt een stream moment dat je gewoon weg had. Dat is echt een buikpunt van. Ja, maar het was gewoon, het was gewoon een complot wat samengesmeed is tegen mij. Tuurlijk, joh. Ja, tuurlijk. Ja, dat wat jij wil. Het is jouw stream. Tuurlijk. Hé, hey, ik kan een auto kopen. Kopen. Auto? Ja. Ach, BV koop? Dat kan niet in EU3. Nee. Nee, hoe kan dat? Alleen in 2. Ik zweer dat ik een auto heb. Ja, hij zit ook in 2. Waarschijnlijk. Ja, maar ik ga er niet rijden. Maar, waar kun je auto's halen? Ja, weet niet, ik kreeg opeens een auto ervoor. Oh. Word je meteen wel bij welke dealer? Sorry. Bij welke dealer dan? Iveco. Ja, dat is logisch. Dat zijn gewoon grote bussen. Jongen, die trucks lijken gewoon veel op auto's. Dat zijn gewoon... Dat is een auto in disguise, is dat. Ja, ik ga zo even stoppen hoor. Dan kom ik het tankstation. Hoe stoppen? Waarom? Waarom? Ik weet niet, er werd net gezegd dat ik moest stoppen. Ja, als iemand van de weg... Als iemand van de weg wordt gebeukt, dan is het ook wel aardig als je stopt. Ja, dat vind ik ook. En dan kan Sean ook een beetje dichterbij komen. Okay. Wordt ook weer wat gezelliger, hè, daar dichtbij. Ja, daarom. Ik ga de dikste Iveco kopen die er bestaat. Hoeveel pk heeft hij? 110? 500? 60? Nee. Ja. Hoeveel? 500... Ik hoop al niet dat ik aan de 500 abonnees kom. Stoppen we hier bij de pompstation? Mm-hmm. Robin, je gaat door.
Of niet? Ah, je moderne... Ze hebben zelfs modern chrome. Hé, hey, Sander Mochu. Ik pak gewoon weer een procentje mee. Nou, het is geen morgenmiddag, zo. Nee, maar morgen zijn we morgen. Oh, bijna. Ah, ik ben bij. Oh, het is bijna weer om morgen, ja. Ik heb een nieuwe manier gevonden voor te sturen. Ja, ik ook. Pak ze op jou in. Met mijn voeten. Wat? Met mijn voeten. Met je voeten? En de knie onderstuur? Nee, gewoon met mijn blote voeten. Oh. Ja, Sean die zat achter mij. Dat is niet gelegd, Sean. Ben je al een keer geprobeerd, hè? Sturen met je pedalen. Oh, ja. Hier, daar gaat hij weer, hoor, die angst. Kom hier! Het is echt een mooie bepaling weer, hè? Ik heb nog nooit zoveel vrachtwagens ingehaald als nu. Oh, ik zat net even tegen de vangrail aan, helaas. Zijn jullie nou echt stil of niet? Ja, maar... En dat is nummer 2. Peter Wolzing, wat heb jij voor vrachtwagen dan? Je hebt er nog geen naam in. Ik heb zo'n vrachtwagen als jij. Man, met 4 assen. Ik zie het al, ja. Die Sean die gaat er als een gek vandoor. Die ja. Die moet niks van weten. Maar ik ben alweer mobiel. Ik zie hem alweer, hij rijdt langzaam. Maar dan wacht hij dus alsnog gewoon niet op mij. Nee. Nee, Niels, sorry. Sean, stop. Maar Sean, die stopt zo, die ligt zo op zijn kant. Nee hoor, Sean. Nou, er zijn 2 in haar toch, dus Hoe ver moet je nu nog dan? 784. 60. 780. 50. 84. Joh, die Iveco kost gewoon 3 ton. Waar zit jij dan, Niels? Ik zit op 800. Zo'n 80. Zo'n 90. Oké, okay, nou, we hebben zo'n PI'sje, dus Oh, dan kun je daar mooi in wachten. Wachten we hier nog even op Niels? Ja, doen we dat echt? Ja, dat doen we. Oké. Vertelt echt. Pas op, hoor, met die aan mij, anders koppel ik hem zo weer af en dan ga ik op volle rampage. Dan ga ik gewoon alles pakken wat ik kan zien. Dan ga je echt stilstaan voor dat buntje. Enter. Dat is paaltje omhoog. Jacco, je had eigenlijk gewoon het gaspedaal naar beneden moeten houden. Gewoon vol tegen de achterkant van Charles. Hoppa. Sorry. Nou, ben ik nou geen slachtoffer? Nou ben ik nu een slachtoffer. Dan wordt er weer op mij geramd. De remweg van de MN is iets langer, of niet? Ja. Net een halve meter. Ach. Ik heb toch al schade, dus maak weinig uit. Ik kan ook. Dus. Show. Ik ben uit. Bijna de koolzuur in de koffie? Ja, ik wil dat zeggen. Ik denk dat jullie oprecht ergens anders langs zijn. Jules, wat ben je dan toch, jongen? Ik zie jou niet eens in de tap staan. Welke weg rijden jullie nu? 18. 13, bro. Ik heb de A28. Oh. 28? Ik ga nu een hele rare vraag stellen. Of lullig, of weet ik veel, maar Robin Hood, hoe heet jij nu echt dan? Gewoon normaal? John. John, oké. Okay. Ik rij wel even een stuk verderop. A13, ik zie de A13 helemaal nergens. Ik wil een A11 en A10. Als je op de A28 zit, dan zit je om. Yo, jullie rijden daarboven. Ja, 28, dan ga je naar Zwolle. Ja. Ja, dat klopt. Ik rijd nog wel een stukje door, want dan kom ik zo meteen als goed op jullie uit. Als je Le Havre op de kaart ziet, dan zie je op de rechtse, rechts zie je 2 kleine pompstations. Wacht daar. Wie rijdt er nou? Ik ben even naar, ik ga richting benzinepomp, want ik moet even tanken alvast. Bernard Chigay. Oh, oké. Hey. Moet je nog een moment? Nou, dan gaan wij ook alvast weer rijden, want dan is Niels dus niet bij ons. Nee, ik moet nog 740 kilometer. Ja, dat ben 740. Dat is niet zo gek veel. Nee. Wij zitten op 750. Kom maar, rij maar op, Sean. Ik wacht even weer als ik... Oh. Dus ik ga rijden, maar er staat nog geen voor me. Maar welke weg rijden jullie? 13? Ja, ik heb Sean even voorgeladen.
Ik hou wel van een gekke geitje, maar op een bepaald moment is het ook weer... Oh, oké. Sorry. Denk ik. Nee. Nee, sorry. Ik zal het niet willen. Hey jongens. Waar rijden jullie? Welke weg? A13. Oké. En ik rij op de 28. Ja, ik rij ook op de 28. Naar Zwolle. Ja. Oké. De 28 is wel mooie natuur. Allemaal mooie bossen. Ja. Maar gaat het straks over op de 13 ergens dan? Ja, wij rijden richting de 13 en daarna gaan we, moet ik ja, heel stuk op een klein stukje. E46. Zie ik op de bot staan. Waar rijden we nu op? Ja, dat is gewoon de A13 nog steeds. Ja. A13 en A46 stond op de bot. Ja, A13 en E46. Dat is gewoon hetzelfde. Dezelfde weg. Yep. Europese snelweg en een lamp. Ja. Zo, wat een rust. Oeh! Erik, eentje, ik krijg een hartverlamming hier. Oh, die Sean. Goeiedag. Ik heb niks gemerkt. Nee, dat geeft ook niet, maar... Nou, Jacco, jij ging ook, stond in één keer stil bij mij. Ja, Sean bij mij. Oei. Je zegt het wel op een goed moment, het is niet zo rustig. Paar ja, ja. Zo. Dus de laatste rit voor mij, dat trek ik niet meer. Dat is goeie gedaan. Dit is ook mijn laatste rit hoor. Oh, oké, okay, gelukkig. Dat is niet van mij wel. We gaan maandag gewoon weer lekker verder, maar... Een beetje leuk, Rick. Is dit al van farming? Hij zat in farming, zag ik. Ja, dat zag ik ook. Maar dan zit hij ook niet meer in de Discord. Wel. Ja, nou, zeg dan ook eens wat. Hey. Praat eens een keer mee. Hij is druk bezig, hij is aan het concentreren. Nee, dat is een praatprogramma dit. Ja. Moeten jullie zometeen ook de weg af? Kun je dat zien? Ja, als het stuur blijft het gewoon staan. Hé hey Peter, volgens mij ben jij het tankstation voorbij gegaan. Nee, ik ben al bij een benzinepomp. Ik moet er dan nog komen. Moeten we dan weer op elkaar wachten? Nee, daarom was Peter ook doorgereden. Op hoeveel kilometer zit je, Peter? 684. Zo. Ik heb je daar niet zien staan bij de tankstation. Ja, ik ben er allemaal net hoor. En waar rijden jullie nu nog sinds op die A13? Ja. 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 Ja, waar gaan jullie er nou af? Naar de A29 daar bij mij, waar ik nu sta. Oh, ik zie Robin nog zo. Ja. Je stond er eventjes, ja. Ben het best. Ze zijn niet eens staan. Nou, ze moeten nog komen, Robin, want ze zijn achter ons. Hoeveel kilometer moet je nog staan? 662 moet ik nog. Maar ik ga nou. Oh, ik zie je al staan. Jij zo, staat daar bij de tolpoortje. Ja. Nou, ik sta er al voorbij. Ik ben. Okay. Ja, je staat erachter. Ja. Ik zie jullie. Anders rijden we naar het tankstation daar. Dat is wat meer ruimte. Oh, nog. Goed, Jaco. Vangrail. Ja. Daar gaat er eentje. Dat is vangrail. Maar goed dat ik hem remde dan. Ja. Ik remde nu, wij maar staan geen, bij het tankstation achter de tolpoort. Oké. Even niet geconcentreerd, hè? Dan ga je dat mis. Nou, ik zie het, ja. Donder. Zondheid. Oeh. Toppotje rechts? Ja, ik moet zeker. Ik geef gewoon gas. Ja, dit is een keer voorbij. Ik schrok al helemaal. Ik schrok helemaal. Hoi! Is dat een ding, joh, Bas? Ja, dat is een dikke. Ik Report. Ik heb de haast te trekken. Kijk, drukken we op Bas is en B. Report. Shit. En dan doen we wat gaan we erbij zetten? Order. En dan mag je dat ook in tekst bijzetten. Ik hoop dat je daar vast komt te zitten, Bas. Nou. Trolling. Ik heb je even gereport voor trolling. Wie, mij? Oké. Okay. Nee. Oh, Bas. Bas. Oh, oké. Okay. Dat is een Iveco. Dat is gewoon getrol. Ja, reason, he drives een Iveco. Hé, ik zweer hè, dit ding is snel, jongen. Ja,
Je hebt geen opleggen, dan gaat die altijd wel snel. Ik reed net 165 op de rest. En de knalt er weer in achterop, man. Ja, dat was ik weer. 3, 4, 5. Ik zag het niet gewoon genoeg. Ik wist niet dat we hier stil stonden. Zijn we compleet? Ja. Ja, voor mij wel, ja. Ah, gas maar. Hey, oh, ik wou nog zeggen, hebben we nog genoeg pauze voor twee tellen? Nee, dus, oké. Waar staat die, Jan? Ik pak de fles wel. Je wou hem nog eentje bedenken. As! Wat, ik deed er niks. Dan moet je dat ook nog gaan doen met zo'n rottievego, dan... dan moet je echt oppassen, hoor. Yo, ik zou laten zien hoe snel dit ding is. Oh, dan zullen we dat gaan maken. Ja, zonder dat trailer wel, daar ook wel. Ja, dat... Ik reed 165. Dat is zelfs een Renault nog snel. Dat is heel fijn voor dat busje. Ja. Snelle bus, ja. Pakketdienst. DHL. Hier is uw bezorging. Ik wil toch ook eens een keer in die Renault rijden, die Cubus. Cubus? Ja, die waar je rechtop in kan staan in die cabine. Oh, die ja. Die hoge. Ja. Dat is nog wel een leuk ding. Met die meeverende cabine, zeg maar. Ja. Waar je sommige vrachtwagenchauffeurs zeezig in worden. Ja. Ja, dat schijnt zo te zijn, hè? Oh. Ja, omdat hij onafhankelijk veert van het stagie, geloof ik. Ja, ja. Zoiets, daar was wat mee. Wie weet wat DHL betekent? Deutsch, nog wat post. Zo. Nee, joh. Nee. Iets met Deutsch. Nee. Nee. Wat dan? Drugs, dat het L logistics is. Ja. Ja, dat is wel logisch, ja. Oeh, toch. Nou, voor een busje rijdt hij wel fijn, hoor. Ja, ah, niks mis mee. Voor een busje, hè? Ja. Oh, fuck, rijd de verkeerde in. God. Had ik dat ook al. Dat is de andere kant op. Maar nu zat ik in de goeie. Maar hij ging die voor tegenliggende verkeer in. Oh, dat ging helemaal verkeerd, ja. Dat bedoel ik. Dat zegt hij er niet bij, hè? Nee, precies. Dat doe ik wel in. Ik dacht dat hij alleen maar met dat groene dingetje ging. Maar... Ja, als je in Iveco rijdt, word je een beetje in de war en zo. Oh, ja, en weinig overzicht. Je moet wel zeggen, die spiegels zijn wat donders klein en vervelend. Nou, en dat is nog maar één ding wat donders vervelend is. Ja, hij rijdt verder wel lekker op zich. Hij is wel snel. Nou stop ik. Nou stop ik. Klaar ermee. Ja, daar staat je wat. Jan staat stil. Hey Bart, welkom. Hey Jacco en de rest van Discord, welkom. Hallo. Lekker persoonlijk. Ja, maar ik denk dat niet iedereen... Dat valt me tegen. Wie was het? Bart. Hoi Bart. Is dat Bart CM van Discord? Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Melissa die is er niet meer. Ja, die is er nog wel, maar niet in. Die zit niet meer in de chat. Zakko, daar komt die vehicle. Ja, ik zag het. Miauw. Dikke stralers. Ja, heeft hij een harde schaal? Ja, nee. Ja, wel als de outlet. Ja, ook met die bluslook er maar. Wegwezen. Ja, weg bij die bezorgbus. Ja, wegwezen bij mij hier. Ja, dat gaat een geluid straks maken, ja. Doet ik heb al een rempedaal, hè, dus pas op. Ja, dat kan bijna... Je mag mooi in trap, hoor, die rempedalen. Hé, hey, Bernard, dat kan mij niet zoveel schelen. Dat is toch maar niet peek, hoor. Hoppakee, hallo! Ja, dat is wel waar. Je hebt niks te verliezen, natuurlijk. Nee. Hey. Ah, ja. Ik had tijd over, dus ik denk, ik kom niet. Het enige wat je kan... graag nog wel even schade vrij houden. Ja, dat zou ik je training niet aanraken.
Ga ik dit redden? Nee. Oh nee. Ah, dat is netjes, hè, Bernard? Is hij er nou langs? Nee, ik remde om Bernard niet vast. Want die jongen zo graag zijn treden heel wel. Ja, dat had ik ook zo graag gewild, maar... Ja, als jij dan in één keer hoppa... Ik heb 13% schade. Oh, valt nog wel mee. 2%. Oh, ik heb 13. Wat heb je gemist allemaal, jongens? Bas is weer bezig met zijn Stralis. Ja. Die Veko, nog steeds. Die Veko Stralis. Ja, wel. Maar Jan, je moet zo bekijken. Ik heb nu niks meer. Huh? Nee, je hebt niks te verliezen, nee. Ga ik hier gewoon even langs. Ik moest er even tussenuit, want... Ik heb bijna geen brandstof. Kon je niet meer inhouden? Nee, ik kon het niet meer inhouden. Nee, er moest even wat uit. En die fles was te klein. Oei. Oh, het was gewoon een pingelpauze dus. Automatische piloot. Ja. Ja, ik hield echt niet meer. Wat? Dat is wel zonde, hè? Ja, nou, het is niet anders. Dan moet je binnenhouden, niet direct weer doorspoelen. Daar is te duur voor. Ja. Ja, dat klopt. Ik heb al aardig ingehouden vanaf vanmiddag 5 uur. Oeh. Dus dat valt er wel mee. Oh, veel schade. Ja, ik zat even ergens anders naar te kijken. Die Iveco heeft echt een brandstoftank net zo groot als een flesje bier. Ja, dat zal wel, ja. Dan moet je weer tank. Want normaal, als de tank leeg is, is hij ook kapot. Ja. Ah, zo jammer dit, hè. Ik probeer die mensen van Iveco kast. Ja, dat is goed, Ajax. Spaghetti merk. Oh. Ja, het is eigenlijk een spaghetti merk, hoor. Dus, hoeveel kilometer zijn jullie? 75. Ja. Oh, donder, hè. 80 kilometer achterstand, oké. Okay. Oh, maar tegen die tijd dat wij het spoel weer eens neergezet hebben en... Ja, die MN die houdt het wel bij. Ja, dat bedoel ik. Even de uitlaag goed heatstoken en hoppakee. Ik ben wel blij dat ik pas nog niet tegen ben gekomen met die Stralis tot nu toe. Nou, wacht maar even dan. Jullie rijden mooi met z'n tweeën, achter mij rijden ze mooi met z'n tweeën naast elkaar. Ja, daar kan ik ga ik overheen hoor. Dit ding stijgt op. Daar ja, gaat blijven gereden, hè, die bocht Robert. Ja, ik heb... Oh ja. Ik doe mijn best, laat ik zo zeggen. Oké, nou kan ik weer afrem door jou. Gaas! Oh, deze bocht valt mee toch, of niet? Jawel. Ja. Ja, doe ik er gewoon vol door. Ja. Huppakee. Dit klinkt net als een stofzuiger. Nou, er komt tankstation aan, dus je kan gaan tanken als je moet. Nou, hij rijdt het niet tot het tankstation, hoor. Lekker op tijd mee dan. Ja. Ja, maar ja, dat is Iveco, hè, dus daar wachten wij niet op. Ik hoef nergens op te wachten, hoor. Schande van het bestaan. Schande voor JCW, je moet die tank moet je weghalen, JCW. Ja, precies. Jongens, er komt de peage weer aan. Motor defect? Ja, je rijdt gedonderd. Ah, nou, heb ik het niet gezegd? Nee. Zou je 0% schade of niet? En dan stop je gewoon. Tank leeg, motor kapot. Ja. Oh hier, wel nog een klein stuk. Aardig. Oeh, Bernard! Eén om twee. Oh, ja, dat klopt. Ja. Twee trailers is het wel lastig, ja. Maar vaak hoef je die ook niet moeilijk te parkeren, dus dat scheelt wel weer een stuk, maar... Nou, die hebben wij nog niet gehad, hè, trein. Nee. Dubbele trailers. Nee, de trein.
Nee, de trein op zich. Oh, nee, daar hebben wij eigenlijk nog niet mee gereden. Nee. Jawel toch? Niet? Nee, jawel, nee. Jan, wij twee hebben daar eens mee gereden. Oh, ja, klopt. Toen stond die dek. Ik weet wel dat jullie aan een keer eentje had gepakt terwijl wij iets anders hadden. Ja, dat klopt. Ja, toen reed je allemaal achteraan. Ja. Nou, dat was wel mooi, want we hadden er geen last van. Nou, nog 380 kilometer, dan hebben we er nog wel. Oh, nog 460. Ik heb nog 400. Ja. Ja, ik hou me goed niet meer van het gaspedaal af. Ook niet door een piage? Nee. Dat was de laatste. Echt gewoon een rem in het... geef ik gas door. Ja. Ja, dat klopt, maar dan kun je gewoon vooruit inparkeren, ja. Maar als je daar ook mee achteruit moet gaan martelen, dan wordt het helemaal feest. Ja, die wil dan vooruit zijn, dan mag je hem niet zetten, dan staat hij weer scheef en zo. Ja, dat is echt wel lastig hoor. Vriendelijke tegenliggers allemaal. Ja. Ja, daar hoor je ook te doen als chauffeur zijnde, hè? Ja, vind ik wel. Ja, even knipperen en zo. Ja. Ja. Beetje herrie maken. Ja. Tuut. En op Facebook zetten dikke knippers naar die en die. Ja? Die ook heel veel, ja. Nee, ik heb geen Facebook, dus ik volg dat allemaal niet. Nou, ik heb het alleen voor, voor mijn oude dienstkameraden en zo. Dat, Oh ja. Voor de rest toch. Wanneer ik Facebook opzet, is het pas weer, als Bas me weer eens een keer in zo'n ding heeft getagd. Ja, dat is wel mooi. Nee, stop gewoon met dat kut Facebook. Nee. Nou. Daar is zoals Facebook wel mooi voor. En oude klasgenoten en zo, daar vind ik het nog wel geen voor. Daar komt Specky Mac weer. Komt de stofzuiger. Pas op, jongens. Ik heb nog één dienstmaat dat ik nog contact met me, dus buiten Facebook om. Ja, maar sommigen die zitten heel ver weg bij mij, dus sommigen die zitten nog in actieve, die zijn nog bij Defensie. Meen je niet? Ja. Stofzuiger passeren. Ben je er nog niet zo lang uit dan? Ja. Even kijken, ik ben 97 ben ik eruit gegaan, dus dat is al meer dan 20 jaar. 20 jaar. Oh nee. Ik ben zelfs met groot verlof nu. Ik vraag op de weg weer aan. Wat gedroogd. Maar er zijn nog jongens, ja, daar gewoon, en daar is Facebook gewoon makkelijk voor, omdat ze ook wel naar het buitenland gaan en zo. Dus, ja, dat ja, is zo. Motordefectje heeft hij weer te pakken. Nou, ik heb in 89 gezeten, dat is al veel te lang geleden natuurlijk. Ik ben 92, ben ik opgekomen. Ja. Was ik er net weer uit? 92? Ja. Dan was ik er al 2 jaar uit. Wanneer ben je terug gaan dan, Bernard? Ik was van lichting 91, november 91. Oh, oké, okay. Ik vond 92, 4. 89, 6. Ik zal het maar niet over de vermijden hebben. Nee. Zeg eens, John, toe eens. 77-3. 77-3. Nicky Man of 16? Wacht even, John. 73? 77. Oh, 7. Echt waar? Nee. Toen werd ik net 7. Godverdikke. Ja. Je klinkt nog niet echt als 77-3. Ja, oké. Okay, dat kan. Ik blijf vrolijk, hoe dan ook. Want, ja, het moet erin. Godverdikke. Ja. Je kunt wel bij je pakken neerzitten, maar het reuren. Maar het schiet dan nee, op. Niet doen. Niet doen. Laat me lekker een beetje terug hier zo met jullie, hartstikke leuk. Ja, gezellig toch? Ja. Dus ik ben niet de oudste vandaag. Nee. Dat ben ik. Oh. Bas, hoe loopt het nou met dat motordefect van jou? Ja, hij loopt niet mooi. Nee, dat toch? Ik denk dat hij op de helft van de cilinder. Maar John, dan moest jij nog 18 maanden denken, of niet? Gaddammer, we weer een motordefect. 14 geloof ik dat ik geweest ben. 14? Nee, ik heb 14 gezeten. 77 al 14? Ja. Ik was de laatste lichting die al 14 maanden moest. Ja, dat kan. Okay. Ik moest een jaar. Heb je die nog in jouw tijd, of niet? Zeg je?
De VVDM, bestond die toen nog? VVDM? Ja. Ik heb 12 maart gezeten. Help even, want ik... Ja, dat is een vakbond. Vakbond, ja. Oh, ja, 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 zeker, ja, ja. Die, ja, want toen was op een gegeven moment natuurlijk dienstplicht werd eraf gegaan. En het was een vereniging voor dienstplichtige militairen. Klopt, ja. Ja. Toen moest het opgeven, neem ik aan. Toen ik... ik zat toen al een maand of 10 en toen werd er sprake van het opheffen. Ja, klopt, maar ik moest nog... wij zijn een van de laatste lichtingen geweest, dienstplichtig. Ja. Ja. Jij moest 9 maanden dan? 12. Ja, daarna was het nog een poosje 9. En ik heb er in totaal 7 of 8 jaar, 8 jaar gezeten. Oké. Okay. Ik heb bijgetekend 2 keer. Ja, ik wilde dat ook doen, maar dan moest ik naar Kuwait. Daar raak ik niet zoveel zin ja, op. Ja, ik moest naar Joegoslavië. Oh ja. Ik zat bij het Unifil-bataljon in Zuid-Laren. Ja. En toen was van ja, tekenen is goed, maar... Je hebt de kans dat je die kant uit moet, want er was toen net die eerste golfoorlog. Klopt, ja. Hé, hey, Marvin, bedankt voor het langskomen. En Snap je, Jacco, komt je Marvin. Komt de stofzuiger. Oh nee, opgelost. En fijn weekend natuurlijk. En graag tot maandag, Marvin. Hartstikke goed. Ik wil graag even in de buurt van 1 en Niels van Dijk op. Nee, jongens, alsjeblieft. Help me alsjeblieft. Vluchten, help me. Pedaal je trap. Ja, dat doe ik ook wel. Het gaat me niet gebeuren, nee. Maar. Doe geen moeite, hij valt toch zo weer stil. Ja. Oh, wat is dit? Wat is dit nou? Ja, die gek van een Bas denk dat hij mij in kan halen. Dat doen we niet. Gas en die Veko in ieder geval oprijden, dat kan niet. Dat laat ik me echt absoluut niet gebeuren. Niet in mijn leven doen. Ding moet eerst een half jaar op gang komen. Maar hij is wel snel. Ja, topsnelheid ligt wel hoog. Ja, oké. Okay. Maar dat is ook één pluspunt. Ja, oké. Ja, maar ondertussen nog maar 200 kilometer, hè? Dan zijn we weer plek van bestemming. Ja, ja. Maar op zich... Voor mij dat niet het drukker is hier. Het is hier. Valt tegen. Ja. Het is wel de beruchte route, maar. Ik hoorde iemand zeggen aan het begin van deze avond: van, oh, is het druk. Ja. Nou, als je het druk wil hebben, dan moet je richting Rotterdam, Amsterdam. Ja. Ja, echt een daar tegen chaos. Ja. Niels, ik rijd voorop. Jongens, wat hebben jullie nou gedaan? Wat? Die Veko rijdt nu dus voorop, hè? Hij staat nu half op de vangrail. Ja, hij staat op de vangrail. Ik ga het water in rijden, ik wil hem niet meer. Hij ploft vanzelf een keer. Ja. De rit gaat naar Duisburg, Bart. Jongens, ik moet nog weer 240 kilometer. Dus ik leef er één stukje achter. En dus dan ook de laatste rit van vanavond. Dan is het ook tegen die tijd dat we gaan afsluiten. Is het. Ja, dan houden we ermee op, joh. Ja. Morgen ook nog weer aan het werk, helaas. Ik helaas niet. Ik helaas wel. Ik ook nog. Dus, ik heb geen kerst. En wordt morgen te koud om werk uit te voeren. Ja, ik dacht dus dat we vandaag ook sneeuw kregen, maar met code geel heb ik gezien, maar... Nou, bij mij lag er wel sneeuw, hoor. Het heeft even gesneeuwd. Ja, ik heb een paar vlokjes gezien, ja. Ja, ik ook het een paar. Het is eind van de middag blijven leren. Dat was moeite niet waard. Nee, echt niet. Het sneeuwt op dit moment in Limburg. Ja? Ja? Die ligt sneeuw. Ja. Hier okay. Niks, helemaal niks. Hier ook niet. En ze zaten maar te waarschuwen, ja, koude geel. Die jongens toch. Ja. Oef. Ja, dat slaat er helemaal nergens op. Nee. Je denkt één vlakje te vallen of het is alweer koude geel. Ja, daarom. Ja. Paniek zou zijn. Daar komt hij weer. EU2 Duisburg-Calais-route, dat is pas chaos. Zeker een keertje doen. Daar vliegen meer trucks dan als ze rijden. Ja, dat klopt, Jan Antos. Ja, EU2. Ja, dat is echt. Kunnen we eens een keer voor een grappige keer doen? Allemaal Iveco. Hey, allemaal Iveco en dan doen we het volgende week een keer. Ja, ja, dat vind ik een goed idee. Ja, allemaal in Iveco, ja, dat doen we. Volgende week vrijdag. Dat is goed. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dan gaan we daar eens een keer. EU2, allemaal Iveco. Ja. Oh. Ik denk dat volgende week vrijdag wel iets van een vergadering heb of zo. Ik bedenk wel wat. Ik zie die Bas nou weer struggelen met dat apparaat.
Ja, ik heb bijna geen brandstof meer, dus hij kan er dus voor uitvallen. Ja, maar nu moet je niet tank voor mij gaan, ja. Hè? Ja. Ik had gelijk. Ja, oh, hij gaat niet voor me rijden. Ik heb de motoreffect, sorry. Zal ik een duwtje geven? Ja, nee, hoeft niet meer, hij is gepaard. Hij wil niet meer. Hoeveel schade heb je daar? Hij wil niet meer, hij wil niet meer starten. Je wordt ook direct weer gebaand. F7. Wat is er nou gebeurd dan? Ik ga... Oh! Het is een typisch motoreffectje van die week. Ik moet hem echt... Die VO, ja. Dat is gewoon een verdiende band, dit. Gewoon, als het, dat is een mooie klapper, ja. Dit. Ja, dat is zeker het beste. Hij is helemaal stuk. Maar ik rijd nog. Ik er niet. Er komt gewoon een Iveco. Willis. Maar mooi op de vluchtstrook. Die Iveco maakt echt een schadepad, jongen. Dat is niet normaal. Ja, heb je hem al geband? Gereport bedoel ik. Nee, was meteen uit mijn, ik was meteen snel uit mijn tap, dus ik kon hem niet meer reporten. Oké, okay, waar zijn we? Keulen. Rij maar door. Keulen. Oh, dan ben je toch in de buurt, ja. Ja. Ik ben 155 kilometer. Ik ga mijn Iveco weer inlossen. Zie ik er heel aardig in, 160. Ik heb de goede kant op. Ja, dan gaan we hier gewoon weer verder. Volle bak 90 met die jammer en jongen, wat rijdt komt het weer een fijn. Een bij. Wat rijdt dit fijn. Gekikt van het zuster, is iemand gekikt zie ik. Oh? Zo jongens, aan de rechtse kant dan een hele coole... Maar heb ik nog niet gezien in beeld. Ja, we zitten nog niet in Keulen, Bennet. Ja, hij zit in Keulen. Ja. Hier staan ook weer een stuk of 4-5. Zo. Oh, we rijden niet helemaal langzaam, ja. Ja. Hoeveel kilometer moeten jullie nog allemaal? Transmeel. 140. 78. 90. We rijden niet allemaal langzaam. Ja, ik ben weer even terug geswitcht naar mijn Scania. Kijk. Ik heb een plaspauze gehad. Even kijken wat heeft mijn trailer heeft 22%. Dus ik sta nu helemaal in Luxemburg. Zo, hey Jacob, we heel ver weg. Ja. Ik had je toch geramd? Ja. Gelukkig. 1% schade bij de, aan de trailer. Oh, wow. Ja, maar als je van de voorkant ramt, dan wordt achter. Ik had wel iets meer schade eigenlijk. Bolten wilde niet meer aan, dus toch al sterk zo in Vego. Ja, er is niks mis mee. Ik ben gewoon gelanceerd. Dat wordt gewoon gemaakt van puur staal, joh. Gewoon. Ja. Hoeveel kilometer moet je nog, Jaco? 85. Jaco, hoor je wel wat je zelf zei? Ik moet nog 64. Ja, hij zei prima, ja, dingen zo'n Iveco. Vego, er is niks mis mee. Nee, er is niks mis mee, nee. Is het nou wel? Met al dat oude staal van die oude Alfa Romeo's en zo. Ja, oké. Ja, dan gaat al de troep gaat erin. Ze moet dan ergens zeggen, van mij. Ik moet wel zeggen, in de periode dat ik taxi reed, was de Iveco taxi, de taxi rolstoelbus, was wel de fijnste van allemaal. Maar het zijn ook busjes, ja, hè? Die busjes zijn echt wel goed, hoor. Ja, super. Maar ik vind dat... Maar daar hadden ze het gewoon bij moeten houden. Ja, ik heb helaas in het echt ook nog op zo'n apparaat gereden, dus ik kan blij dat je voor Robin reed, Robin. Dat is jouw probleem, hè, Jaco? Ja, daarom ben je gestopt van de vrachtwagen. Ik denk, als ik in je vinkel moet rijden, stop ik met vrachtwagen. Geen gauw hoer. Dat snap ik. Dat is ook zo. Zeker. Kun je beter op stofzuigen? Ja. Nou, ik heb mijn Scania S-Line maar weer in gepakt. Die rijk. Dat is toch zo, we kunnen zo goed die Iveco gaan rijden. Oké, dat vind ik dan weer kinderachtig. Nee, maar. Peter, hoeveel kilometer moet jij nog? 20! Oh, je bent er al bijna, joh. Ja, ik moet nog 83. Ik heb nog 55. Dan snap ik ook niks van, want je rijdt de hele tijd aan. Ja, maar we hebben zoveel gecrashed, joh.
Ik heb nog 34. Dat was zo'n gek met zo'n Iveco die rondreed. Ja. Wie dan? Ja, weet ik ook niet precies meer. Ja, hij heeft ook als een keer in Ben. Van, ja, is ook als een keer in Ben. Ik heb een weekje in Ben gehad, ja. Dat was ook volledig terecht volgens mij. Als je Iveco rijdt, dan krijg je zo hierheen. Ja. Maar dan voor 2 weken. Hey, maar een beetje killen met de rijden naar beneden. Wat is dit nou van. Nou, dan. Beep, 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 beep. Hij heeft geen schildwoord gebruikt hoor, hij zei alleen maar A. Nee, hey, maar Bas, wat was je kijk, nou? Ik wou dat gaan zeggen, maar dat zei hij niet. Nee. Nou, doorrijden dan alweer. Ja, ik moet even aanklikken. Nou, ja, dat hoef je niet eens te doen. Ja, ik wel. Bij deze. Chaco, lees je wel even op de chat, want er komt allemaal dingen in. Ja, tevoren, Rick zegt wat, maar Rick moet je niet luisteren. ja, dat weet ik. Nee, ja, nee, maar YouTube chat. Dat is allemaal tegen elkaar toch, of niet? Ja. Nee. Oh, oké. Okay. Oh, is het naar Rick toe, oké. Okay. Nee, oh, hey, ik kom belangrijk. Peter achterop. Peter, rij ik achter nu. Oh, gaan we nou zo beginnen? Nee, jongen. Nog geintje. Ik rij achter Peter. Ja, die mopjes die vlot me reed. Oh, ik zie het al, ja. Ik weet al waar je moppen deed. Ik zag het al. Je wilt toch niet zeggen dat die Sean. Nou, gaan we dit nou weer krijgen? Gaan we nog even weer. Ik heb de vrede pijp aangestoken. Gaat hij vervelend doen? Hij gaat begint direct weer vervelend te doen. Vrede pijp. Ik denk, nou, laten we het maar opgeven dan. Nou, het vuur is alweer aan hoor. Kun je de pijp ook mee aansteken? Ja. Daar moet ik heen. Waarom heb ik altijd van die beroerde plekjes? Of valt mag mee trouwens? Op Jolterplein denk ik misschien. Ja, denk dat ik wel, denk ik, Peter. Ja. Kun je uitzetten, hè? Ja, je kunt ook gewoon niet iedereen parkeren. Kan ook. Ja, maar ik heb hem anders staan. Je hebt hem afgevonden staan toch, of niet? Ja. Ja, die van mij ook. Nee, die van mij moet trouwens kiezen elke keer, maar ik zet hem anders. En als je denkt dat je gevorderd bent, dan moet je dat maar laten zien ook. Ja. Nou, het begint al verkeerd, want ik slaat hem al afslaan. Kijk, de bedoeling maar. En aankoppelen heb ik ook gevorderd. Ja, dat heb ik ook. Maar dat is niet zo ingewikkeld. Nee, we hebben die andere keer er heel scheef onder zet. Maar bij deze moet je er bijna recht voor zetten. Ja, dan moet je het echt. Ja, dat klopt. Dan moet je het echt goed doen. Dat is me wel werk te doen, hè. Oh, hij staat al. Nou, zal ik hem ook heel ingewikkeld gaan inparkeren? Ik kan kiezen. Dat is wel leuk. FIFA-drukking. Nee, Bernard komt niet uit... Is hij er weer? Bernard komt niet uit Gelderland. Ik zie Jan Bad langsrijden. Ja, maar nog één. Mooi, hè? Harriaks zegt dat omdat jij de kleuren van Gelderland hebt. Oh. Maar Bernard komt uit Groningen. Ja, het zijn niet echt de Groningse kleuren, hè? En rood-wit-blauw vind ik ook weer een beetje te... Ja, oké. Okay. Nee, ik zeg het niet hoor, dat is die... Dat maakt mij niet zo uit, al rij je een roze truc. Maar echt, ik weet het al. Zolang er maar geen Iveco is, is alles goed, hè? Ja. Roze Iveco? Dat is erg. Dat is echt erg. Dan heb ik gewoon medelijden. Ja. Zo, en dan heb je gewoon zoveel verkeerde levensbeslissingen gemaakt dat je gewoon bam, uit de kant bij zoiets. Dat zou echt wel zijn, een roze Iveco. Dat is echt sneu. Ja. Zo, kijk, is hier een Iveco dealer in de buurt? Oh nee, jongen. Zo, kijk, we gaan dus eerst eens hem de truck even opknappen. Eerst even dit. Bij Twin Shaggy. Oh. Ik ben 9 jaar vanaf. Right toe. 9 jaar. Zo. 27 jaar groot, dat is lang zat. Wat kost zo'n Shaggy pakje Shaggy tegenwoordig? Dat ligt wel welk merk je pakt. Zware van 50 gram. 11 euro. Echt waar? Ja.
97. En ik ga het in België dus nog kopen. Ja, oké, okay, dat scheelt. Heel wel, ja. Dat heb ik de laatste jaar nog gedaan, maar goeiedag, wat een geld, joh. Ik heb hier informatie, in eind van, eind van dit jaar moet er zo ongeveer 15 euro gaan kosten. Wat is het? Zo, dat is een beste bak geld. Nee, ik heb geen MA terug. Ik wel. Maar die heeft Jan. En ik ben er trots op. Ja, Bart is helemaal blij nou. Het liefst reed ik gewoon een 2 MA tegelijk. Wat dan, Rick? Ja, die had het logo gemaakt, maar die kreeg die witte vlakken er rondomheen niet weg. Ja? Dus ik zei, stuur maar op. 5 seconden was weg. Ik zat hem in het doen, man. Hij heeft me geholpen. Niet opletten. Ja. Oh, dat is helemaal net goed. Maar daarna deed Sean het expert ook nog een keer, hè? Zo, die Jan, die komt eruit stuiteren. Ik heb een programma waar ik al die adstrips mee maak, hè. Daar kan ik al die witte vlakken mee wegknippen. Ja. Nou, goed toch. En upgrade. Ja. Oh, ik ben ook in Duisburg beland. Wat ben je nou aan het doen, Jacco? Ik dacht, ik laat die vent er even uitdraaien. Nou, hij is... Ik knalt gewoon vol Tim op. Als je zo moet uitdraaien, dan kan je weer stoppen met het spel. Ik gun iemand er even wat ruimte. Ik denk, nou, dat Niels staat, dan kan ik ook meteen oppoffen. Ik sta dan bij de repair. Zo. Dat is ook eigenlijk niet normaal. Wat een schade weer, jongens. Je klapt toch? Ja, gewoon mijn 90 klapt ik erop. Zo, 380 liter. Valt het nog mee. Even een stukje grijze weg, geel maken. Oh, sorry! Hey Jan, zullen we samen optrekken? Ja, is goed. Kijken welke vrachtwagen staat, Chris. 3, 2, 1, op. Oh, wacht, ja. Limburg of niet? Ja. Limburg of niet? Wacht even. 3. Wacht. Zet hem in wat net een neer, joh. Jij hebt nu, jouw kijkt hem aan de andere kant op. Oh, ja, stop. Je hebt er vandaag alweer 5 abonnees bij. Ja, 3. Is dat zo? 2. Met 227. Ja. Wie zegt dat? Wie telt hem af? 32. Hey. Oh. Wie telt af? Telt dat af. 3. 3, 2, 1, go! Ik ga weer de Volvo aan, denk ik. Oh nee, toch niet. Nee, toch niet. Nee. Oh, gemaakt. Oh, Sean. Ja hoor, ik hoop het. Yeah. Wie was het eerst bij de binnenbok? Sean? Wie was het eerst bij de binnenbok? Jij, maar ik duwde jou weg. Ja, hij duwde je weg, ja. Dat wilde hij bij mij ook al doen. Even voor de record. Voor de record. Voor de record. Voor de record. De MN haalt de Volvo eruit. Hoeveel pk's heb jij, Sean? Zo? Ja, wat denk je? Tjongen. Ah, zo 150 pk. Dat is een gauw naast je, moest ik even foto's maken. Ja, ik ben ook bezig. Kom maar dan. Hé, maar Jan, jij reed schakelaar. Ja, klopt. Ik reed automaat. Ja, dat is een slechte levensbeslissing. Een automaat moet toch sneller trekken dan een schakel? Nee, schakel. Ja, druk nog even naar huis. Ja, kom maar aan. Bij zwaardere vrachten werkt een automaat wel. Nou, ik heb nu voor niks een poging aangeschaald, dus ik schakel vanaf heden altijd en het went steeds beter. Ik ook. En ik merk dat ik sneller ben dan Jan, dus dat is altijd goed. Ja. Zie, we hebben de mooie havens van Duisburg zitten zo prachtig mooi op de achtergrond. Hebben die op de achtergrond? Wie is dat die nog in de achtergrond staat? Hier kan het. Bernard? Ik denk het. Ik zet dingetje er achteruit. Ja, oh, wat een goed. Ja, ik heb foto's genoeg. Ja, zijn ze weer in Discord. Bernard? Ja, vanuit de lucht heb ik ze. Oh, dat is mooi, ja, dat is mooi.
Dus... Ik doe hem van onder de grond. Kijk, maar dan is het ook al eens half in, hè? Je bent half weer terecht hebt en... Ja. ...verlost hebt en die Le Santa Magraan meer. F10. Ja, ik ga eruit, jongens. Ja, ik sluit hem ook af. Jongens, bedankt voor het rijden. Wat zei je? Nee, ik had echt bijna. Oh. Nee, morgen ben ik weg. Morgenavond of niet? Ja, je ziet me zelf wel verschijnen. Als ik thuis ben, dan kom ik te direct wel weer in. Eeuwen. Dus, het zal wel een uur of vier of zo worden, denk ik. Ja, ik ga terug nog even kloten. Ja, dankjewel Bart. Ja, ook een fijn weekend. En tot maandag. Maandag zijn we natuurlijk weer om 8:30 met een nieuwe stream met Eurotruck. En dan gaat het gewoon het hele programma verder. Dus jongens, bedankt voor het meerijden. Vanavond. Ja, dat was weer gezellig. Dat was leuk. Bedankt dat we mee mochten doen. Ja, graag. Hartstikke leuk. Ajax, ook... prettig weekend. Iedereen bedankt voor het liken, voor het abonneren, voor alles, voor al het goede, voor het plezier. We zeggen een fijn weekend en graag tot maandag 8:30 met een nieuwe aflevering van Eurotruck. Of een nieuwe stream. Aflevering? Stream. Ja. Iedereen, zelfde. Fijn weekend. Welterusten. En ik zeg, yo. Later. Later. Yo. Later.